Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja, een hele goede middag aan alle Stoomvaste luisteraars. Mensen, mijn naam is Sien. Ik ga een beetje bezig houden en bijpraten over het nieuwswaardige dat ons heeft bezig gehouden de afgelopen week. Het is vandaag zondag 21 januari 2024. Een hele mooie, lekkere, koude dag in Rotterdam. Het heeft de afgelopen dagen gesneeuwd. We zaten onder een mooi wit pak sneeuw. En ja, het is nu aan het dooien. Want ja, het is even boven 0 graden. Heel jammer. Ik had me voorgenomen om een mooi, prachtig winter tegemoet te gaan. Maar ja, het is ons niet gegund, mensen. Ja, climate, hè, mensen. Iedereen praat erover. Maar, is zondag. En wij gaan het niet hebben over de weer van, weervoorstellingen van Rotterdam, Isabi. Maar zet je schrap, want ja, als je hoort dat storm opkomst is, Tirinity, en Wanlo-vlucht, vluchten zijn gecanceld uit voorzorg. De KLM heeft een aantal vluchten geschrapt, omdat ja, we verwachten vanavond een hele harde storm die Nederland gaat aandoen. Dus mensen, if you know one pf go dance da also. Ik kwam toen tikkies kratie, waarom een gras meer kietroeien en tikkies kratie, nee niet, hij stond drie een mooi sweet kratie. Hij is de arkie, nadenk, de nonsens zou hebben gekregen voor theorie, Isabi. Je sabi toch, je nou een biggie man, en je eegie ofzo. Wij delen informatie met je mee, in een brief, in een brief schrijven. Je moet dat informatie tot je nemen en zelf gaan verwerken en kijken, ja. Er zit wat in, of ja, is gewoon pure nonsens kolder, ja. Dat is voor ons een streven om het beter te gaan doen. Maar, je moet je eigen conclusies trekken, mensen, want ja, je wordt zo, met zoveel onzin overladen, dat je zelf nog sabi wat je met dat informatie aan moet. Ja, je weet wat ze namen en verantwoord toe, naar de zand dat die Unabi, weet je, wat zijn geweldig makkelijk in allerlei nonsens te lopen verspreiden en dat soort dingen. Una bascienza revi. Voor dat je jongen kijkt, nou, sommige dingen, dat weet je, dat if je een student, een eerstejaars student, dan weet je van dat klinkklare onzin is, mensen. Wat er uitgekramd wordt en ja. Zomaar wie. Je weet toch, in Suriname hebben we niks gemeen met elkaar. Laat het eerlijk gezegd zijn, Isabi, hoe allemaal hij horen ze vast potoetak, ja, bromtje jari, one people, en alle deze. Is niet waar hoor, mensen. Schei uit met die onzin, Isabi. Wij hebben niets met elkaar gemeen. We leven in Suriname, teleko, osso, auto, nasenang, want bigiskoto, die snaf mee. No prefoor of konja. Ja, if we want face, onder de verplicht vokari. Weet je, we leven niet met elkaar. Niet samen met elkaar, we leven gewoon naast elkaar. Er is één gemeenschappelijke factor dat ons wel bindt. Ja? Eén gemeenschappelijke factor dat ons vasthoudt en wanuno wani jabif kon samen. Dat gemeenschappelijke factor, kom ik straks op terug. Ja, laat mij vandaag beginnen. Want we zien iets gebeuren weer op het Zuid-Amerikaans continent, mensen. Isabi. En dan, Joost, krijg je het niet tegen. Maar ik wil beginnen met het land Ecuador. Dat jongen, die daar zo'n deel van als een antorio. Dat zei ik ook kletsen over Ecuador. Ja, je sabi toch in mijn programma. Mijn lobby vertel je van Sani. Maar de miskoeding. Gelijkenissen. Dingen die overeen komen. Eén op één met wat er ook in Suriname gebeurt. Als je kijkt naar Ecuador, dan zie je daar een gevecht plaatsvinden. Tegenwoordig, in afvoer, je kan er niet omheen, hè, Isabi. Alla dopa, zei ik me op uit Zuid-Amerika. Altijd de mentak, ja, bana of bagba voor Ecuador. Weet je wordt er niet doodgeslagen. En daar, aan op Chimboy Tori, weet ik, maar tonnen, hè. Weet je.
We zien dat er een soort verplaatsing heeft gevonden. Met name sinds het aantreden van deze regering. Dan ja, er is nog steeds druk, zijn mensen vanuit Suriname. Maar je ziet dat er een beetje strenger beleid wordt gevoerd hierop. Dus dan, de man die zei, Sukutra Passi, Fegodu, drugshandel, doorvoerlanden. En ja, Ecuador is ten prooi gevallen. En ja, heel zielig om te zien. Je krijgt dan een gevecht tussen de gevestigde orde, een wettig gekozen regering, en dan drugscriminelen die dan het staat in willen zetten om hun drugs zoveel mogelijk naar Europa te kunnen vervoeren. Ja, dan wat zijn de gelijkenissen en wat zijn de overeenkomsten? Ja, ik moet terugdenken aan dat ding wat wij, Tangen heeft die de Unie durven takken openlijk, maar Suriname heeft ook zijn drugsoorlog gekend, mensen. En dat was in de periode van 86, Comité, jaren 90, zo'n beetje. Dat wat in het binnenland is gebeurd. We noemen dat dan binnenlandse oorlog. Ik heb je altijd gezegd, is de grootste Larry Cook en Calder, want dat is nonsens. Het ging gewoon om twee mensen die gingen vechten om hun marktaandeel in de drugswereld. Bouterse had een bepaalde afspraak met de drugskartellen in Zuid-Amerika. Weet je, en ja, zorgo dat er drugs door Suriname doorgevoerd kon worden naar Europa. Ja, daar had hij een vreselijk probleem. Dus hij moest die transporten veiligstellen. Alleen ja, Brunswijk, die wilde ook een vinger in de pap hebben. Dus ja, dat is dat ding wat ik zo'n beetje vergelijkbaar vind. Kijk, ze hebben het ook geprobeerd in Haiti, hè. Tot aan de dood van een president toe. De man keerde in je president. En ja, je weet toch wie ze hebben aangehouden? Colombia. Colombianen. Die daar zijn geweest om de president van Haiti te vermoorden. Bij Haiti is het niet gelukt. Dus ja, dat de mensen komen er als slachtoffer. En dit keer zijn hun ogen gevallen op Ecuador. Ja. Oké, waarom is het in Haiti niet gelukt? Ja, de Teluco-Haitianen, die gaan dan twee wegen kennen, toch mensen, via Frans Guyana, ga Parijs. Ja, maar ik kan je eerlijk zeggen, als jij ziet hoeveel Haitianen teruggestuurd worden door de Franse autoriteiten, wij hebben daar nooit aandacht aan besteed, maar het is immens groot, dat aantal. En als dan zij zien, ze dan niet doen. Snap je toch mensen? Dus, ze worden bij bosjes teruggestuurd, dus deze weg naar Europa is een beetje moeilijk geworden. Daarmee proberen we een travassie. Waar, ja, Haitianen van oorsprong, hun moederstaal is Frans. Ja, dus, want traag gedeelte, Pedesukufko, naar Canada, want daar heb je een grote, je hebt een tweetalen beleid in Canada, met name dat gedeelte dat onder Quebec valt, dat ben ik dat Frans. Dus ja, voor hun is het makkelijk om te bewegen, dat ben ik dat. Maar ja, die meneer Trudeau, hoe neem ik grap? Amang Konsa Sandisi, amang Sening Oorlog Botokong, Fekon patrouilleer in de wateren tussen Suriname en Haiti. En ja, dus deze wegen worden zo'n beetje verzwaard. En die mensen zijn strak. En ja, dan blijft er Ecuador over. En heel erg jammer dat een land totaal vernietigd wordt door middel van mensen die alleen maar via drugs rijk kunnen worden. En ja, en dat is me zo'n beetje opgevallen. Ik moest gelijk denken aan de drugsoorlog die gevoerd is in Suriname ook. En ja, ik ben blij dat het achter de rug is. En ik moet je eerlijk zeggen, mensen, maar ik ga het wel zeggen, snap je? Want kijk, ik kan dat zeggen, maar niet, maar een president die is aan het doen. Die man heeft geschiedenis geschreven voor mensen. Ja. Hij heeft geschiedenis geschreven. Want, ja. Twee dingen. Wat ik zeg dat hij gedaan heeft. Je kunt dat zeggen, Wani. We hebben eigenlijk als wettige regeringen gekend. We begonnen in 87. Want vanaf 80 kom je in 87. Dat is nonsens natuurlijk, Isabi. Daar waren militairen aan de macht die het voor het zeggen hadden. Maar 87. Toen kreeg je een democratisch gekozen regering van meneer Ramse Wakshanker.
En ja, die mensen hebben ervoor gezorgd dat vredesonderhandelingen begonnen tussen deze twee drugsheren, Bouters en Brunswijk, om dat ding te stoppen. Weet u, wat is dat geschiedenis die hij dan heeft geschreven? Ja, kijk nou mensen. Theo Luku vanaf Ramse Wakshanker naar Weidenbos, daarna kreeg je Finitian en daarna kreeg je deze regering Santokki. Dan vraag ik me af, takere, jij kan je kop niet in het zand steken. Want Sani, wat wel geluk is bij deze president, is dat je kijkt, nummer 1, wat in de geschiedenisboeken gaat gaan, het is wel deze regering die excuses heeft gehad over het koloniaal verleden van Nederland. Jeremy? Ja? Want ja, Ramse Wakshanker, de mannen doen een ding. Weidenbos, evenmin. Venetiaan, kwit-kwitie. Ja, Bouterse. Ja, dat was geen gesprekpartner, mensen. Isabel. Maar deze regering heeft wel excuses van het koloniaal verleden gehad van de Nederlanders. Het Koninkrijk der Nederlanden. En ja, een onderdeel daarvan was slavernij, maar ook naar de inheemse toe en alle immigranten die naar Suriname werden gehaald. Een verkapte vorm van, hoe is het, slavernij. Weet je. Dus dat moet ik hem nageven, dat het hem gelukt is om dat gedaan te krijgen. Ja. En het tweede, allerbelangrijkste moment waar hij geschiedenis heeft geschreven, is dat hij Suriname uit een heel moeilijk tijdperk heeft gehaald. Een heel moeilijk tijdperk, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, dit is begonnen ook, om Karaman is neemt ook Venetian, want tijdens de regering Venetian als president en meneer Santokki als minister van Justitie, is begonnen met de berechting. In Archimie, zijn periode was de opsporing, daarna kreeg je vervolging, maar in 2000, kort na zijn, hoe heet het, zijn noeste arbeid onder het regime van Venetian, die als president alle steun had toegegeven, toegevoegd aan het ministerie van Justitie om deze zaak van Bouterse aanhangig te maken bij de rechtbank. En tijdens zijn regeerperiode als president heeft hij ervoor gezorgd dat deze era van Bouterse tot een halt is geroepen. En laten we hopen dat wij nu dan echt kunnen gaan genieten van de onafhankelijkheid van Suriname en Suriname kunnen gaan opbouwen. Omdat ja, we weten allemaal hoe een attacking, ja. Maar het is maar een kleine handjevol hoor mensen, die dit ding nog steeds blijft vasthouden aan de zandatie. Maar het overgrote merendeel van de Surinamers is tot bezinning gekomen. En ik zeg, oké, Ugaman is een occasie, hij heeft er niks van gebrouwen. Ja, uno kango doro, wano burki is tot oefen toe. Tupa draina sem stong. Isabi, al te goed is buurman gekke mensen. Isabi, ulau mauno boong. Uboong mauno lau. Omgekeerd, ja, sorry. Weet je. Dus dat moet je hem toeschrijven. Het is hem gelukt. En ik hoop dat het zo doorgaat met hem. Maar ja, deze twee dingen. Dat ding van het excuses voor het koloniaal verleden. Ja, waarom hij en niet Venetiaan, niet Weidenbos en niet Ramse Wakshanker, maar wel Santokki. Ja, hij zal wat goeds gedaan hebben. Weet je, dat de Nederlandse regering zich verplicht voelt om over te gaan tot het bieden van excuses met betrekking tot de wanmisdaden die zij destijds hebben gepleegd in Suriname. Ja, en ten tweede, onze petje af, ervoor dat hij vandaag zijn werk heeft kunnen afsluiten met een berechting, ja,
waarbij een veroordelend vonnis naar buiten is gekomen, zodat wij de periode Bouterse kunnen afsluiten en verder kunnen gaan met de orde van de dag. Asano Charuga, visie mensen aan Acharu Gomorro Furabaka. Suriname was helemaal geïsoleerd geraakt. En ja, we zagen het vuile, vieze verrijking van mensen die enorm gebruik gingen maken van de domheid van Bouterse. Want ja, die man was niet hoog opgeleid. Hij begreep dingen niet, mensen. Dus ja, het is maar goed dat het gestopt is, hoor. Want ja, anders als dit ding door zou gaan, zou Suriname nog langer en dieper in de put zitten. Als je naar die Surinaamse mensen kijkt, dan hoor je dat ding altijd van, ja, president, die zie, het is slechter geworden onder hem en dat soort dingen. Moet je luisteren, kijk nou, ik ben geen pleitbezorger voor president Santokki, hoor, hij bekijkt het zelf maar. Maar if im sakai eden im gigani yabif kongeng isabi, maar dat van dat soort opmerkingen, dat moet je naar het Rijk der Fabelen verwijzen. En bij mij is het niet steekhoudend, want ik ga je op je donder geven en je gelijk op show de meter. Wij kennen hier een hoop Surinamers die in de schuldhulpverlening zitten. Yabif kokot in driari, yo pina yo betta pompis kudu, ja. En in Suriname is het niet anders. Je hebt op grote voet geleefd. Ik heb borgo money. Ik heb njama money na alisan. Nou, ik heb kopaya money. Dus ja, die is na erfenis van de regering. Die zie, en ik ben blij dat ze daar een stop hebben gezet. Maar, ik moet vergeten. De NDP'ers hebben dat ook ingezien en gezegd van, jere, omstop, we kan go verder zo. En daar zag je het verkiezingsuitslag waarbij er de NDP 10 zetels kwijt is geraakt, omdat de NDP'ers zelf, die op deze partij gestemd hebben en gezien hebben dat ze hun vertrouwen is beschaamd, dat ze zich hebben teruggetrokken en gezegd, nou, dit kan niet verder gaan, zo mensen, Isabi. Het was een hele klap in het gezicht van de NDP. Maar ja, laten wij deze mensen toejuichen en zeggen, takabon, takikonkies is er even, want ja, het gaat uiteindelijk om jouw eigen belang. If you want to go door, ja, ga ervoor. Ja. We gaan straks een beetje de NDP bespreken, mensen. Isabi, Oelobe bespreekt, maar Tiziano Simons, tak ja, je bespreekt mensen. Wij doen dat wel. Ja. Oké. Maar, een man die is kon aan zijn takou zitting en minom lee dat van de kolonialisme. Excuses zijn gemaakt tijdens een regeerperiode. Dat gaat de geschiedenisboeken ingaan. Draai het en keer het hoe je wil. Het is zo. Het is gewoon een feit. Dus een man zitting dat het eind brengen aan een tijdperk van verderf en van mijn takasani jonge mensen. Isabi. Asociaal gedrag in Suriname. Ja. Dat is tot een halt geroepen. En dat imga agrani daartoe. Want dat zit in. Wie is verder aan zit in? En daarom ja, laten wij waar Europa weer tang. Isabi. Moest zit in. En dit toestand is dat zit in. Kijk, dat economisch toestand, dat plaatje. In afgeleg was zijn naam uit. Want ja, hij weigert pertinent. De Surinamer weigert pertinent om te begrijpen dat na eens er even. Nou, ja, wie betekent dat? Want ik lik de man, ja. Zijn ze schulden op verlening. 3 jaar lang, ja, bief go betek. Die kan kosi kurto, ja. Maar ja, soma zijn niet voor u go bij. Die iPhone, na de zand dat die voor om in €1000. Je bent mijn paaien. Zeg ik dat ik de paaien leid niet heb. Dus nou, ja. Ja, bief go betek, ja, mensen 3 jaar. Is Suriname hetzelfde? Idem die toe. Zo, waar ik de pest aan heb, is van die Surinamers, tak ja. De meiko tak ja, maar naar regering die zo. Vroeger had je het ook met Venetiaan. Wij de Baskong Panya Heersenaan. Heersenaan Panya. Ja. Wij de Baskong goed zijn. Hij zei, man, Allah gade dee. De man wiki, de man bingin kos Venetiaan. Nou, you doing. En dan zei hij, ja. Weet je, wij hier in Nederland moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Je hebt 2 keuzes. Meer smaken zijn er niet. Je gaat de Surinamer pamperen, saren, je tak me gade jongen, je pina na de sandati, ja.
dan blijven we hetzelfde doen, net als wat er in Afrika is gebeurd. Weet je, we vinden het zo zielig, die mensen zijn arm en dit en dat. Ja, dan geef je op je money. Ja, koop je schuld maar af. Abo, feel good toch? Ja, maar die mensen zijn tot op heden, weet je, in armoede. Erbarmelijke omstandigheden, blijkbaar heeft je geld niet gewerkt. Als jij je hart op de juiste plek hebt, je hebt een rein geweten, een ja, je obtuse verstand, dan doe je dit niet. Jij gaat nooit een Surinamer in de armoede laten door hem afhankelijk van jou te maken. Dat jong, zodat hij toepadrijman zegt, jong, bericht dat jong, je noemt zijn op je money, gim jongen. Moet je hem uitleggen dat ik nou mijn nou doen. Weet je, want dat je doet, nou, want dat je ombudsman, je houdt armoede in stand. Als je echt een zuiver geweten hebt, dan help je de Surinamer uit de armoede te geraken. En dat is niet door middel van het sturen van wat geld. Dat doe je niet. Want dan kweek je armoede. Je maakt die persoon afhankelijk. Je moet hem stimuleren om de handen uit de mouwen te steken. En zelf aan de slag te gaan. Met dat kan je hem helpen, Isabi. Maar om hem te pamperen, dat je pleegboom dat je met zijn monikassen naar je doe die zin naar mijn familie, ja, dat is jouw zaak. Snap je? Sommige mensen, net als ik, die zeggen nee, ik weet dat je daar niet mee geholpen bent, want in jouw money deed naar bakken, mijn moffendoren deed, ik was nog actiebakken, weet je. Maar nogmaals mensen, ik keer terug wat ik gezegd heb. Ik kan draaien vijf wanneer hij heeft geschiedenis geschreven, want ja, hij heeft, hoe heet het, laten zien dat, akom, aset tusanikba. Dat van het financiële gedeelte, ja, dat kan je Surinamers niet uitleggen, want de mannen wani, Arkidesan, dat is, ja, dat is gewoon pure kolder. Maar dat financiële plaatje begint er ook een beetje goed uit te zien, ja. En Suriname staat op de wereldkaart. Weet je, we krijgen hulp van vele landen. En vele landen kijken over de schouder heen van Suriname. Want je zag iets moois gebeuren in Suriname, Isabi. Je ziet dat de NDP zich terugtrekt. Die leden, hè, echt de leden van NDP. Het is maar een handje vol van die kruimeldieven die nog achter dat ding aanrennen en het willen aanwakkeren. Maar je zag iets moois gebeuren tijdens de, hoe heet het, uitspraak van de rechtbank. Kregen we hoog bezoek van een Amerikaanse militair. Weet je, en die mensen zijn niet ver vlak voor de kust. Dus if de man bij one doang voor Feli Sani, had ik hoop hoor dat en ik wist zeker dat deze mensen het niet zouden toelaten en zouden ingrijpen. Weet je, om Suriname te helpen en te beschermen. Want ja, Amerika, wij hebben het geluk mensen dat wij, zoals we het altijd noemen, in de achtertuin geplaatst zijn van de van Amerika, weet je, en ja, de Amerika is hier aan die septen, bijvoorbeeld in Ecuador, dat hij dan weet je dat dat niet gezond is voor hun. Ze willen hun aandacht richten op alle andere regio's waar er ook grote brandhaarden zijn. Dus je moet het niet willen op het Zuid-Amerikaans continent. En de konden er niet ching. Nou, ching man, ik bouter ze. Moeilijk, dus ja. Deze mannen, ze weten het. En vandaar dat men zich rustig heeft gehouden. En er is niet overgegaan tot stommiteit. Ik keer terug, die man die geschiedenis heeft geschreven. En ja, wij zijn hem dankbaar daarvoor. Weet u, ik ga u meenemen dat bericht. Nieuwsuur had een reportage gemaakt, weet je, van Santoki. En ja, ik wil dat met u meedelen, mensen. We gaan luisteren, ja, naar Nieuwsuur, wat er daar allemaal gezegd is. Dus laten we gaan luisteren wat er hier zo gezegd is erover. Keuze dan dat Daisy Bouterse binnenkort de gevangenis in gaat. De wetten van het land moeten gevolgd worden. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi in gesprek met Nieuwsuur. Santokhi benadrukt dat ook Bouterse nog gratie kan aanvragen. Zo'n gratieverzoek moet Bouterse binnen 8 dagen doen na uitspraak. Als dat inderdaad gebeurt, is het aan de president zelf om daar oordeel over te vellen. Hij wilde niet concreet ingaan op een eventueel gratieverzoek van Bouterse.
Ik denk dat er geen keuze is. Hij zal het vonnis uitgevoerd moeten zien. De uitvoering is in handen van de procureur-generaal. Dus wat dat betreft denk ik dat er geen andere optie is dan straf te gaan uitzitten. Echter moeten we ook rekening houden dat de advocaat gezegd heeft dat hij het vonnis gaat bestuderen. En daarna zal besluiten wat hij verder gaat doen. Dus we zijn ook benieuwd wat hij gaat doen door de tussenkomst van zijn advocaat. Maar één ding staat vast, er is een vonnis daar zo. En dat vonnis moet worden uitgevoerd. Wat u betreft moet Boutersen achter de tralies. Ja, dat is in ieder geval de bedoeling van het vonnis. Maar laten we dat overlaten aan de procureur-generaal. Straks meer van mijn gesprek met Santokki, maar nu eerst naar Paramaribo, naar correspondent Nina Jurna. Nina, Santokki is er duidelijk over. Geen andere optie dan zijn straf uitzitten, zegt hij. Hoe denken ze er daarover in Paramaribo? Ja, hier zijn de meningen daarover wel verdeeld. Kijk, deze zaak verdeelt Suriname al meer dan 40 jaar tot op bot. Boutersen heeft aanhangers, maar Boutersen heeft ook tegenstanders. Wat ik wel merk is dat er een enorme opluchting is dat er nu na zo'n lange tijd eindelijk een vonnis is. Maar ook dat het rustig is gebleven. Want daar was de angst natuurlijk voor dat het hier onrustig zou worden en dat is eigenlijk niet gebeurd. Maar als je de mensen vraagt op straat en ook wat er nu moet gebeuren, dan zijn ze daar echt verdeeld over. Je hebt mijn familie doodgemaakt. Het was een familie van mij. Ze moet opgepakt worden. Ja. Als ik het gedaan had, dan hadden ze me allang opgepakt. Toch? Recht voor één, recht voor alle. Ik vind niet dat hij de gevangenis in moet. Misschien kan er een verzoening komen met de nabestaanden. Hij hoeft niet naar de gevangenis. Ik denk niet dat ze hem gaan kunnen halen hoor. Maar die man was ex-president hoor. Begreep u? Wat moet het OM nu doen? Nou, laten ze het maar zo laten, man. Nee, ze moeten het gewoon zo laten. Voor het is al jaren na gebeurd. Los dat hij een moordenaar is of wat dan ook wat men noemt. Maar als president was hij toch veel beter. Hij regeerde het land toch veel beter dan de man die nu zit. Vindt u dat hij opgepakt moet worden en zijn straf moet uitzitten? Als hij zijn daden heeft gedaan, zijn moord heeft gepleegd, elk moordenaar moet dan opgepakt worden. Dat is sowieso, toch? Dus als ze hem nu hebben berecht voor 20 jaar, wat ik heb gehoord, dan moet hij gewoon de cel in. Dat is logisch, toch? Ja, Nina, terug bij jou. Dat zou het Openbaar Ministerie dan moeten doen. Die zou hem moeten arresteren. Is nog niet gebeurd. Waar is het wachten op? Nou, het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat inmiddels het vonnis betekend is. En dat de deurwaarder de vonnissen gebracht heeft bij de veroordeelde en hun advocaat. Boutersen heeft het vonnis dus in handen. En verder laten zij weten in een verklaring dat zij dus nu overgaan tot de uitvoering van het vonnis. En dat zij daartoe overleg gaan plegen met de advocaat en de veroordeelde over de dag en de datum wanneer dat dan moet plaatsvinden. Overigens kan Boutersen ook nog gratie aanvragen. Daar heeft hij 8 dagen de tijd voor. En dat gratieverzoek dat moet hij dan indienen bij president Santokki. Nina Jurna, voor nu, dankjewel. Ja, de kans is dus groot dat uiteindelijk die bal toch weer bij de Surinaamse president komt te liggen. Want als Boutersen gratie aanvraagt, dan moet hij dus beslissen. En hij is in dat verband niet zomaar iemand. Chan Santokki, u zag hem eerder, we zien zo meer van ons gesprek. Hij was voorheen niet alleen minister van Justitie, maar ook de politiecommandant van Suriname. En onder zijn verantwoordelijkheid werd het gerechtelijk vooronderzoek naar de decembermoorden gedaan. Paramaribo, juli 2020. De inauguratie van Chan Santokki als de 9e president van Suriname. Het is het voorlopige hoogtepunt in een lange carrière in dienst van de Surinaamse overheid. Die carrière begint hier, op de politieacademie in Apeldoorn. In Suriname maakt hij vervolgens snel carrière. Ik ben Santokki. Ik ben hoofd van de landelijke recherche. Als onderzoeksleider en later als minister van Justitie is hij jarenlang de drijvende kracht achter het onderzoek naar de decembermoorden. Desi Boutersen, hier president, kan zijn bloed wel drinken en maakt Santokki vaak belachelijk.
Santokki is jarenlang Surinames grootste drugsbestrijder en speelt een leidende rol in de veroordeling van Bouterse zoon Dino wegens drugs en wapenhandel. Santokki's carrière bij politie en justitie wordt gekenmerkt door bedreigingen uit criminele hoek. Bij justitie en politie en andere veiligheidsdiensten al informatie zijn over aanslagplannen. Bent u een van de mogelijke mensen die daar... Die staat heel hoog, ja. Ondanks alles wordt hij politiek actief en komt dan Desi Boutersen ook in de politieke arena tegen. In 2010 wordt Boutersen, bijnaam Baas, president van Suriname. 10 jaar later wordt de oud-legerleider verslagen door een van zijn grootste tegenstrevers. Nog een paar uurtjes hebben we hier aan het bereid. Chan Santokki, ook wel de sheriff. Andere tijden, nu terug naar de onze, terug naar het gesprek met de president van Suriname. Ik vroeg hem eerder vandaag of hij niet bang is dat Boutersen het land ontvlucht, nu hij nog steeds niet is gearresteerd. In ieder geval hebben we geen indicatie. Hij is altijd in het land gebleven, ook bij de eerdere behandeling van de zaak, ook bij eerdere veroordelingen. In deze zaak is hij in het land gebleven. Dus ik verwacht ook niet dat het nu zal gebeuren. Verwacht u dat hij de komende dagen een gratieverzoek zal indienen? Ik zou dat nu in deze fase niet kunnen zeggen. Ik heb wel gehoord wat zijn advocaat gezegd heeft, dat hij liever dat niet doet. Als hij met zo'n verzoek komt, dan moet ook rekening houden dat het vonnis dan opgeschort wordt. Of dat inderdaad zal gebeuren, dat weet ik niet. We wachten af. Maar ik denk dat deze 8 dagen bijzonder belangrijk zijn om het vervolgtraject in deze zaak goed te kunnen vaststellen. Grote vraag bij veel mensen is natuurlijk waarom Boutersen nog steeds niet is opgepakt. Is dat dan, denkt u, omdat het Openbaar Ministerie eerst zo'n mogelijk gratieverzoek wil afwachten? Het ligt nu aan het Openbaar Ministerie om op basis van de uitspraak van het Hof, die bevoegdheid van het Openbaar Ministerie, in dit geval van de procureur-generaal, zodanig te gaan exerceren dat het enerzijds ook rekening gehouden wordt met de belang ook van de slachtoffers, de belang ook van de maatschappij, de belang ook van de rechtsstaat, maar ook de belangen van de veroordeelden. En op basis daarvan komt tot een evenwichtig besluit. En ik ga er niet van uit dat dat besluit weken hoeft te duren, maar dat het over enkele dagen zal gebeuren. En als we het eens omdraaien, welk signaal zou er uitgaan van gratie? Kijk, straf heeft een doel. En als straf een doel heeft, als de rechterlijke macht een gevangenisstraf van 20 jaar oplegt, dan is het goed onderbouwd, is het goed gemotiveerd. En ik denk dat geen enkel garantie de bedoeling kan hebben om die doelen van de straf en die motiveringen van het Hof en die overwegingen van het Hof onderuit te halen. En ik ga ervan uit namelijk dat bij de besluitvorming wel degelijk rekening gehouden zal moeten worden met datgene wat het Hof uitgesproken heeft, maar datgene wat het Hof ook als advies zal geven aan de president. Ik ben het er 100% mee eens, mensen. Wij mogen niet voorbij gaan aan het feit dat er misdaden gepleegd zijn. Er is straf opgelegd. En dat Enoch Ancon door Kruisassan dat met een gratieverzoek. Weet je, inderdaad. Het is tijd dat Suriname nu zich volledig gaat richten op de slachtoffers. Weet je, wij zijn ze dat verplicht. Hij heeft een van zijn dingen, politieke beloftes, ingelost. Suriname bevrijden en Suriname is bevrijd. Vandaar niet hij eten. Ja, deze man heeft geschiedenis geschreven. Nog een klein stukje van hem. Ik hoor u eigenlijk zeggen, gratie lijkt haast onmogelijk. Het lijken me al met al spannende dagen voor Suriname. Ik denk dat tot en met gisteren behoorlijk gespannen was. Ik zie namelijk een stukje rust komen, een emotionele rust. Ik zie dat er een stukje genoegdoening komt. Ik zie dat ook internationale erkenning wordt gegeven aan de rechtsstaat Suriname. Ik zie dat er veel respect uitgesproken wordt aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Suriname. Ik zie ook bereidheid bij ook tegenstanders
dat men ook dit moment ziet als een moment om af te sluiten en te gaan naar het proces van heling. En ik denk dat daar de kansen liggen voor ons als land dat we deze zaak op een correcte wijze afsluiten. En dat er genoegdoening is, dat er in ieder geval met die afsluiting wij ons mooi land een nieuwe kans geven. En de eerste stap tot definitieve afsluiting is gisteren gedaan met het uitspreken van het vonnis. En het vervolgtraject zal bijdragen aan volledige afsluiten van deze zwarte bladzijde in onze jonge geschiedenis. Zei president Chan Santokki van Suriname. Dank voor uw tijd. Ja, helemaal mee eens, mensen. Gewoon afsluiten dit gedoe. En gewoon verder gaan met het opbouwen van Suriname, Isabi. Want we hebben hier te veel tijd en moeite aan besteed, weet je. Kijk, ik hoop dat deze mensen goed bij hun zinnen zijn, maar wat Santokki betreft, ze zijn veel meer op de hoogte van wat er speelt in Suriname dan wij hier. Want ja, als ik jou was, zou ik de dingen niet sturen, erop uitsturen om Bouters te gaan opsporen. Want ja, er is een vreselijke machtsstrijd aan de gang in de NDP, mensen. Weet je, de NDP'ers die om de machtsstrijd vechten, die zien Boutersen niet meer zitten. Ze lusten hem niet meer. Akba, Imkongwe. We gaan er straks even uitgebreid over praten. Ik keer terug naar dat ding wat we de afgelopen week gezien hebben. Want ja, weet je, er is een kleine hardnekkige groep Surinaamse mensen. En Isabi toch met haar. Tee arki de man dat die jongen. Je denkt als aan dat hij dan, je vraagt je af, tak jongen, samen man, die zei, tak jongen, weet je, zei je, tak jongen, waar heb je die kennis vandaan? Als je dit soort onzinnige dingen hoort, wat er allemaal naar buiten is gekomen. En weet je, wij Surinamers, Oumu Sani Fadekaring, Oumu Sabasan is hier van het woord toe. Ik heb daarnet verteld, kijk, er is niks dat ons bindt in Suriname. De Hindustan doet zijn eigen dingen, de Javaan, de Creool, de Chinees, Isabi, af en toe Toasin, Oesakari kong, maar het liefst Igweino kong. Weet je, we willen onze eigen dingen doen. Er is niks dat ons bindt. Anade, we hebben één gezamenlijke factor dat ons wel bindt. Eentje maar. En laat nou dat de juiste factor zijn die men zit eraan te knagen, like alata, om brokazan dat hij. Want verdeel en heers, politiek toch? Asani zei, een horu moest tevi, waar iedereen zich aan moet houden, na Sandati oval aan nu. Dat is je, zei zijn naam. Weet je, en ik moet je nageven, er zijn veel Surinamers die zich daaraan houden, aan dat gezamenlijke factor. En er zijn een hoop die allerlei onzin en kolder naar buiten brengen. Om dat ding wat ons bindt. Weet je, je heren de contact van Londons is bromtje, jari, dis, dat in. Luister mensen, je sabi toch, migratari kvaarlijk. Mene kan er nog een gerger naar de sandati, met hij precies lek van sande. Je sabi, if mi wakka boyo mi wan bij wan bos bromtje. Dan kies ik mijn bloemen zelf uit. Ik kies die uit. In Suriname moet man kiezen. Ieder dapé. Wat bief doe aan jou. Weet je. Maar moet je luisteren. Dat ding die rommel van Bromtjidjari. Opgedonderd met dat ding. En Euroko. Snap je. We hebben niks met elkaar. We houden ons voor de gek. Fekko leg je uit. Tak, ja. Was er naman. In om tak die zie goedjes. Geest al dat soort nonsens. Nee. Wat wij moeten koesteren. En wat ons bij elkaar houdt, is maar één. Er is maar één ding dat ons bindt in Suriname. En, ik heb het net gezegd, dat is nou net dat ding. Tak de mij fiti, tak in pura sandati. Wat is dat ding? Sana sansei, tai umu bij elkaar. Dat is onze grondwet en de aanverwante wetten die daarmee verbonden zijn. Dat is het. Een heer wetgeving voor Sanang. If ya Hindustani, Japanese, Krioro, Sneezy, Indi, Malata, ya bif hori daraan. Ja, nou, na Sandati,
we sorry tak ya mau no wane. En if u kan berengi wantra want tak ya maya asan na yung meken da we doing. Want ja, dan, het komt ons goed uit. Weet je, dat is dat idioterie dat in Suriname plaatsvindt nu. Weet je, de verbindende factor tussen deze bevolkingsgroepen wordt onderuit gehaald. En wij moeten daarvoor waken, takeren. Kijk, besef moest je, we hebben niks met elkaar gemeen. Ik me hoor een keer kritisch, ik kan een pandit. In Amerika, ik kan een sneezing horen. Ik zeg, hé, jongen, omo, kos dat jongen. Je zegt, kon ik een plan naar bamboe zien? Nee, ik wil niet dat hij komt. Ik zeg het je openlijk en eerlijk. Ik ben niet een slijmbal, maar nog hypocriet. Zo de, zo tang en zo de ook toe. Isabi, dat is niet zo hoor, Sani. Aan mij begin, aan mij doen en tori. Ja, dan zeg ik ook, ja, Jereno, je moet de tijd en ruimte krijgen voor je doe, Sani. In Afkarmi, je bent niet verplicht. Daar dat tak was er nou, man. Bereid je voor. Bereid je voor. Februari komt al. Ja, sneesjari. Sneesjari, mensen. Isabi. No one's nation is verplicht voor Karikong. If the man Karikong, more betray. I believe it's valid that the man Karik. Maar in zijn privéleven en zijn dingen, ja, de no Karikong. Voor je kost doen, jan dringen aan mijn plezier aan de no doing. Snap je? Zeg, you want to do, you want to keer ding? Nee toch? Weet je, dat lukt. Na sneesjari, dan ga je dat ding van Pagwa krijgen. En de Ramadan begint weer. Ik ben niet voor kundisjari, mensen. Zet je schrap. Al die moslims die gaan vasten naar de sanatie, wat moet je doen? Ben je verplicht om er naartoe te gaan? Nee toch? Is de man ook kari, de man ook wan miki, kom, moet je het accepteren? De noem kan alleen nonsens voor bromtje jari naar de sanatie. Dat is niet een verbindende factor. De verbindende factor voor alle Surinamers is de grondwet en alle andere aanverwante wetten die daarmee verbonden zijn. En ook. Dat is op nationaal niveau, internationaal. Suriname heeft verplichtingen op zich genomen en onwaardeerd is aan dat die. Isabi. Alleen krijg je van al die rampfiguren, zij komt, pleiwan lo af katina aan de zandati. Inclusief meer mensen, want is don't ja, want lo nep nep sma, ik kon tegen want lo nonsens, weet je. En je raakt in de war en iemand begrijpt, zanne man, leg je uit, jongen, hoe is dit? En dan ga je ook allemaal visie nodig. Jongen, die is Geersmeet, dat is allemaal bribadi. Trouwens, Geersmeet is mijn bribadi. Weet je, dat is het punt waar we niet uitkomen. En dan, Adisu of Fortera Sani, tak asan deso, dis, en zijn voordeel, terwijl het niet zo is. En terwijl rechter kon ook daar, man, hij dacht, nee meneer, asan zei, dat is nonsens. De heer dacht, ja, maar ja, omdat dat man Geersmeet, daarom een man tik zo'n besluit naar de Sanne. Je ziet dat nonsens wat je krijgt. Oh, ja, maar de rechters waren in de Sanne. Dan want trouwens bij de Kamperveen. Ja, dat is een ding. Hoe heet het? Bloedverwant van een van die slachtoffers. Ja, het zij zo. Dan had je je mond moeten open doen toch. Je ego doe, wraking. En als het niet eens was met die wraking, dan hoe dan? Je kan toch verder gaan. Weet je. Ja, al die dingen zijn ten treuren uitgedokterd. Vandaag de dag, no once a man no kan kunnen aan nonsens voor tijd. Mi no ben dappe. Dat bestaat niet meer. Iedereen, 500 zoveel duizend mensen in Suriname, zijn getuigen geweest van wat er op de avonden voor 7, 8, komiet 9 december 2000, nee, 1982 heeft plaatsgevind, moet je mij horen, jongen, bana, Nederlands, heeft plaatsgevonden. You no kan kom de tak, ja man, we dapen minus sabi minus, is niet waar, is de grootste leugen. De rechtbank heeft in zijn bevindingen, van minuut tot minuut, van begin tot eind, alles bij elkaar gezet en heeft het gereconstrueerd. Als dan daar you voor op een brixie, dat je gewoon lazy. Wanneer jij het lef hebt om te zeggen, ja mam, no ben dat no si, je bent vandaag getuige ervan. En het ministerie van Onderwijs moet ook een verantwoordelijkheid hierin nemen. Nu, er heeft waarheidsvinding heeft plaatsgevonden. Weet je, als een rechter niet deze woorden bezig, wettig en overtuigend bewezen, dat jij
het niet anders kan dat jij deze daden hebt gepleegd. Snap je? Gaat hij dat nooit doen. Nooit al doen. Want als Sabi dat tegen de Russie kon, of Iga, want daar hogere instantie, een rechter, dat die gaat ter verantwoording worden geroepen. Dus al doen we ook al secuur. En deze mannen hebben het secuur gedaan. Je kan het lezen, het staat er vanaf begin eerste aanleg. Comité verzetzaak, comité in hoger beroep. Alles is duidelijk naar voren gekomen van minuut tot minuut. Al deze mensen die naar voren treden om je allerlei nonsens te komen vertellen. Nou, dus, mijn Arkama jongen, Amandis Oostburg jongen. Is dat niet toch mensen in deze programma noemen we gewoon namen. Mijn Lukova Amange Kanta vergif. En een boy en moffo jongen. Isaba, een reporter toch. Dit is gewoon, we zijn getuigen ervan geweest van waarom de Creoolse gemeenschap een beetje achtergesteld is. Want we zien dat biggie man, volwassen man, gewoon leugens verkondigen en dat leugen overdragen aan de jonge generatie. Weet je, wij noemen dat, je vergiftigt de man hersenen. Want zo'n boyo bribi, dat is een hele kwalijke zaak. Suriname heeft vreselijk last van deze mensen, hè? Van, hoe heet die, deze zogenaamde pseudo-advocaten. En ja, de regering zit ermee in zijn maag en ja, je zal wat aan gaan moeten doen. Alle mijn collega's uit over hoe de wet in elkaar zit, nou, maar nooit aan mijn Gascor, nooit aan mijn Sabi. Weet je, als je kijkt naar de domheid van deze man, aan mijn tegen, ik zie hem vraag, ja, kan je wet met terugwerkende kracht, ja, intrekken? Ja, migado, wat doet de DNA dan dagelijks? Hij repareert wetten, hij vult wetten aan, hij verbetert wetten, of hij trekt wetten terug, in, ja, intrekken van wetten, doen ze elke dag, bijna, altijd. Dus even kan dat zo'n vraag doen, hij, migado. Nou, ik zie niet, er is een student hier, eerstejaars student, dat vind ik ook accident dat hij, weet je, we krijgen hoog bezoek mensen binnen, dus ja, we gaan hier even moeten stoppen, en dan ben ik zo weer bij u terug, ja, even één moment. Mensen, daar ben ik weer, we gaan weer verder, vrolijk verder, ja, we krijgen bezoek, u weet toch dat er in de bijstand vaste grote veranderingen op komst zijn, maar dat is niet aan mij om jullie dat te vertellen, dat laat ik aan de directie over, is dat mee, je weet toch mensen, in Suriname, scheiding der machten, binnen standvast hebben we ook scheiding der machten, weet je. Ik mag me niet mengen met bestuurlijke taken, dus ja, ik laat het mooi en lekker over aan de directie, die gaan jullie op de hoogte houden. Maar, pseudo-advocaten, ja, Suriname heeft er vreselijk veel last van, dan moet je denken aan die man van de San, die Oostburg, alle soort mankotei over rechten, je wordt er kotsmisselijk van. Ga maar luisteren, mensen. De advocatuur heeft nog steeds last van mensen die zich voordoen als advocaat, met alle nare gevolgen van dien. Samantha Gadraj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, heeft nogmaals opgeroepen om een eind hieraan te maken. De echte advocaten worden voor het tuchtcollege gesleept wanneer zij misstappen maken. De pseudo-advocaten niet. Ze betalen ook geen belasting, zegt Gadraj. De rekening heeft op de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie de problemen, maar ook de wenselijkheden en voornemens van de SOFA voor het nieuwe zittingsjaar opgesomd. Het besluiten van de pseudo-advocaten, niet verplichte procesvertegenwoordiging. Aangezien de wet aangeeft dat een ieder een eerste aanleg mag procederen, is het hoogst tijd geworden dat er een wijziging in de wetgeving hieromtrent komt. Er zijn geen pseudo-notarissen, geen pseudo-artsen, geen pseudo-officieren van justitie en vooral geen pseudo-rechters. Waarom kan dit binnen de advocatuur dan wel? Je bent procesvertegenwoordiger of je bent het niet. Ja, mooi zo. Maar dat probleem is bekend in Suriname, mensen, van deze mensen die zich voordoen, ja, als rechtswetenschapper, Isabi. Heel zielig, heel jammer en heel vervelend ook, hè. Weet je. Maar ja, het is niet anders. Wij zouden geen Surinamers zijn. Even uno bij de dozandici. En ja, dat we daar ook, hoe heet het, verkering...
doorgaan met die onzin, hè. Want if you look at Asandisi van, hoe heet het, die amnestiewet. Ik kan het niet bij hem. Asan Wangoy Mia, Isabitak, ja. Die mensen proberen nog steeds dat ze amnestie hebben. Ja. Weet je? En dat want dat hele ding wat aan vooraf is gegaan, het onderzoek door het constitutioneel hof om te toetsen, om te kijken wat er eigenlijk aan de hand is met die amnestiewet. Van wakken als aan dat jong, Isabi. Het is helemaal voorbij gegaan. Nee, maar toch, ik heb je gezegd, de verbindende factor, weet je, in Suriname, dat ons bij elkaar houdt, daar gaan we aan moeten tornen. Umpanya. Weet je. Moeilijk, mensen. Kijk. Ik weet niet hoe het in elkaar zit, maar we hebben dat ding gezien toch, die openbare zitting van het constitutioneel hof, waar die mevrouw Gloria Sterling, hè, de toetsing van de amnestiewet heeft besproken. En iedereen was daar getuige van. Weet je, kijk, als dan niet zien we elkaar trangen, je ziet. Want Simons wist het. Bova, oké, in mindere mate, want Bova is een beetje dom, mensen. Maar mensen als Simons en al die andere mensen van de NDP, ze wisten dat ze eigenlijk Bouterse gingen belazeren en bedonderen. Tak, hé, hier, nou, je hebt Sanier, amnestie in Spang. Het is goed, je kiezing. En in Spang, ja. Terwijl ze wisten dat zij iets deden dat niet mocht. Maar ja, kijk, if je hoort Bouterse zoet, iemand zoethoudertje, dan kunnen zij gewoon doorgaan met het stelen en bestelen van de Surinaamse bevolking. Daar kwam het op neer. Ik wil minimaal een klein stukje gaan beluisteren. Taki, kijk, al die dingen is een gepasseerd station in Afgodraibaka. Fugotak, ja, maar ja, ze hebben nog steeds dingen. Weet je, amnestie, dat is nonsens, mensen. Weet je, we gaan luisteren naar die mevrouw dingen, Sterling. Zij gaat ons vertellen, ja. Constitutioneel Hof, de dato 3 augustus 2023. Ik heet u alle welkom bij de vierde openbare zitting van dit hof. En ik zal vandaag zal ik het besluit van het Constitutioneel Hof kenbaar maken. Dat heeft betrekking op toetsing ex-artikel 144 van de grondwet, junto artikel 12 lid 1 van de wet Constitutioneel Hof en van de wet van 19 augustus 1992, de zogeheten amnestiewet van 1989, op verenigbaarheid met de grondwet, het internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten en het Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens. Is het goed te zien op die... We beginnen met de rechtsmacht van het Constitutioneel Hof. De toetsingsbevoegdheid van het Constitutioneel Hof, nader te noemen het Hof. Zij gaat je een hoop dingen vertellen nu, dat ze gerechtig is om dat ding te onderzoeken en ja, te toetsen. Ja, omdat in de grondwet ook om ik een Constitutioneel Hof, dus ja, dingen. Maar weet u, kijk, het is goed om dat hoofdstuk van Bouterse af te sluiten. Ja, maar deze mevrouw heeft ook een uitspraak gedaan. En daar moeten wij toch een beetje de nadruk op gaan leggen. Want we praten er overheen en dat mag niet. Zij heeft het gehad over toetsing met betrekking tot artikel 131 lid 3. Inmenging. Ja. Wij in Suriname moeten iets gaan bepalen voor onszelf, hier. Ja? Wanneer je ziet dat de DNA, willens en wetens, ja? Hoe heet het? De grondwet gaat overtreden, de sabi en de wandoing, ja? Willens en wetens. En dat is de sabi, de gascoro, ja? Ja, dus... De man die ziet, hebben willens en wetens de grondwet overtreden. En deze mevrouw zegt van oké, in haar besluit heeft zij gezegd van moet je luisteren, kijk nou. Er is sprake geweest van inmenging. Sana sani voor inmenging. Look nou. Ik heb u verteld een voorbeeld van
wanneer er een rechtszaak aanwezig wordt gehouden, er is sprake van een rechtszitting, dan mag jij niet meer gaan wetten gaan veranderen of wetten gaan aanpassen of noem maar op tijdens een lopende rechtszaak. Vooral een wet dat betrekking heeft op deze rechtszaak. En dat zag je bij de amnestiewet gebeuren. En ik zeg je, kijk, dat ding van Bouters is passé. De hel met dat. Laat dat ding los. Ja, zoek het maar zelf uit. Je zou weten. Maar de inmenging. Je moet mensen als Simons, Boufa, Misikaba en alle andere 28 mensen die voor deze amnestiewet gestemd hebben. Wat ga je doen? Gaan we zeggen van moet je luisteren? Ja, er is sprake geweest van inmenging, want het Hof, Constitutioneel Hof, heeft dat geconstateerd en heeft dat ook in haar besluitvorming opgenomen. Wat gaan we doen? We hebben dat wet ingetrokken, de amnestiewet, maar hoe zit het met deze mensen? Die willens en wetens zich hebben ingemengd. Is dat strafwaardig? Kan je het beslechten met een sanctie? Of moet je het gewoon laten? Wij moeten ons daarover gaan vergewissen of we dat willen toelaten. Want nu zullen wij komen bakken, dan doen we het niet. Snap je? Want deze mevrouw heeft verregaande uitspraken gedaan van moet je luisteren, kijk nou. Even iets, amnestie. Nee, mijn dag, ja, moet je luisteren, Rieselieve. Ja, maar. Ik hier is maar, en toch mijn kan gomoro vara. Dat is meneer Spang. Weet je, dat moet je doen, bakka. Dat moet je actie, amnestie. Weet je, je moet dat cyclus doorbreken en dat mag niet. Weet je, om dat ding straffeloos te laten. Dat heeft ze ook uitgelegd tijdens deze zitting. Meneer Zappeneman is BDR, denk, geweldige advocaten. Lik Oostburg naar Van der San. En dan mensen. Je sabi toch, er zijn twee van de San, Anna Wang, dat die geciviliseerde die met inderdaad rechtswetenschappen heeft gestudeerd en het hele tijd heeft bedreven. Die andere was gewoon bestuurder, zo je normen als absado, eigenlijk, in zoveel taxa niet. Mijn contact over wetgeving, ja, dan ga je dit soort onzin krijgen, weet je. Met de komende San, een discussie wordt er gevoerd over, hiervoor. Er wordt een discussie gevoerd. Terugwerkende kracht. Die mannen beseffen niet eens waarmee ze bezig zijn. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, wat verboden is. Je mag een wet niet met terugwerkende kracht laten werken. Je zou die intrekken. Andere koek, dat mag wel. Maar een wet kan nooit terugwerkende kracht hebben. Je maakt wetten voor de toekomst. Daarom is amnestiewet altijd een omstreden wet. Want ja, je gaat de rechtbeginsel dat door alle landen en ook in verdrag is opgenomen, met name de Vienna Convention on the Treaties of Law. Weet je, het Wiens-verdrag, Nederlands. Ja, daar staat het duidelijk in opgenomen. Ja. Wetten verbinden voor de toekomst. Maar bij deze. Wet van 4 april 2012 heeft men de wet zodanig aangepast dat het met terugwerkende kracht is gebracht vanaf 82. Comité, ik meen 85 of om in midden van morgen, mensen, weet je, of 92, weet je. Dat is met terugwerkende kracht zaken gaan regelen. En dat is verboden. Vandaar dat men zegt van ja, maar ja. Onafgebroken in de amnestiewetten. Want ja, je weet dat het niet gaat doorgaan. Als wij hebben besloten dat je wetten verbinden alleen voor zaken in de toekomst. Je kan geen wet maken dat een oude situatie gaat regelen. Ja, dat kan niet. En ja, je ziet die mannen toch daarover praten en bakkeleien en discussiëren. En dan zeggen, ja. Heel jammer, ja. Ik wil iets met u gaan delen. Want eigenlijk zie je dat, 2005, Mitakasa niet toch, Trangayesi, voor de man die zie. Maar sinds 2005,
was Suriname op de hoogte van, hoe heet het, het feit dat hij Yunomugudu was aan die zee. Want ja, de rechter had een uitspraak gedaan en dan was er naar rechter, hè, het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, de OAS, hè, weet je, die had een uitspraak gedaan, hè, en die had gezegd van, moet je luisteren, kijk nou, Suriname, in afgebroken je dan een amnestiewet, 2005 praten we over, hoor. 7 jaar daarna, 2012, komt de regering Boutersen aan de macht, en die Simon, die zegt, ja, ik heb niks te maken met de OAS, oké, dat moet toch, weet je. Ik keer terug, hè, mensen. We gaan hier naartoe luisteren wat er hier gezegd wordt. Ja. Zij gaat 2 mooie vonnissen noemen. Dan ga ik een beetje uitleg geven. Ja. ...heid aan verdragsbepalingen en de rechtstreekse werking van mensenrechtenverdragen. Het bepaalde in de artikelen 26 en 27 van het verdrag in zaken het verdragenrecht, regelende de gebondenheid van verdragspartijen aan het verdrag en het verbod dat een partij zich niet mag beroepen op de bepalingen van nationaal recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen. Je hoort wat ze hier zegt, toch? Kijk, dat zijn voorrangsregels in Suriname. Je hebt de grondwet, ja, en jij als wetgever, Simons, ja, als voorzitter van de, hoe heet het, DNA, mag niet komen zeggen, ja, maar kijk, ik laat mijn nationale wetgeving voorgaan, ja, dan internationaal recht, dat kan niet, dat bestaat niet, dat is een van de eerste zaken die je moet weten als parlementvoorzitter, Isabi, dat is dat enge ervan, weet je, wat zij doelbewust de Surinaamse gemeenschap heeft bedonderd en belazerd, en ja, de persoon die daar de dupe van is geworden, is Boutersen toch? Weet je, we gaan luisteren, ja. Destijds, aan het tak de Nabesabi, het is duidelijk verwoord. Ik ga je meenemen, 2012, dan moet je luisteren, is niet van mij hoor, mensen, dan voel op een ding. Maar ga maar luisteren wat er hier gezegd wordt. Bij het plaatsen van het agendapunt amnestiewetswijziging handelt het parlement volgens Mahinder Yogi in strijd met de grondwet. Dit zei hij tijdens de behandeling van de amnestiewetswijziging eerder op de dag. Voorzitter, het brengen van een agendapunt voor behandeling op de agenda van het parlement voor een openbare vergadering is het prerogatief van de voorzitter van het parlement, voorzitter. Bij het aanvaarden van de ambt van DNA-lid of van voorzitter in het parlement wordt beloofd, verklaard, voorzitter, gehoorzaamheid aan de grondwet en alle andere wettelijke bepalingen, voorzitter. Ik vind, voorzitter, dat u voor het plaatsen van dit agendapunt op de vergadering, agenda van de vergadering van vandaag, voorzitter, in strijd handelt met datgene wat u plechtig heeft beloofd, voorzitter, en wat u plechtig heeft verklaard hier in 's lands vergaderzaal, voorzitter. Voorzitter, politieke loyaliteit heeft grenzen en politieke loyaliteit, voorzitter, moet niet leiden tot politieke blindheid, voorzitter. Zo, en ik constateer... U mag uw punt van orde maken, maar natuurlijk begrijpt u dat dat er grenzen zijn aan mijn, niet mijn loyaliteit, maar mijn liefde die ik u ga geven om de stoel te bespreken. U heeft dat gezegd wat u wilde zeggen. Mag ik even afronden? Ik kom ertussen, hè? Je weet hier toch. Ja, de stoel bespreken. Niemand bespreekt de stoel. De persoon die plaatsneemt op de stoel, die wordt besproken. En dat mag. Zij is zich gaan vereenzelvigen met het stoel. Simons is de stoel. Nee, is niet waar. Je bent maar tijdelijk op die stoel. En jij mag besproken worden. Dat stoel niet. Weet je. Maar politieke loyaliteit leidt tot politieke blindheid. En ja.
Dit wordt moeilijk, mensen. Maar ga maar luisteren. Het afronden. Nou, we horen rond je af. Ja, voorzitter. En omdat u een strijd handelt, voorzitter, verzoek ik u nogmaals om deze vergadering te stoppen, voorzitter. Zo. Om dit agendapunt niet in behandeling te nemen, voorzitter. Zo. Omdat ik onderstreep nogmaals, u handelt in strijd, voorzitter. En straks zal de fractieleider verder ingaan, voorzitter. Maar ik zeg u, als voorzitter van het parlement, handelt u in strijd, voorzitter, met artikel 65 van de grondwet, voorzitter. Dank u wel. Ja, lid Jogi. Ik heb beloofd ja, hier naar eer en geweten de zaak te leiden. En dat is wat ik doe. Ik bepaal niet voor leden of een wet goed is of niet. We hebben... Dit is heel zielig dit, maar ze gaat dom doen, weet je. Het gaat erom, er liep een rechtszaak, ja. En ja, tijdens een rechtszaak mag je geen wetten veranderen. Dan moet je bij Simons wezen, ja. De terugroepwet, er liep ook een rechtszaak tegen die twee heren, Chitten en Sapon. Heeft ze ook veranderd, snap je. Minister Hoefdraad, ja, die had de leningplafond overschreden. De VHB had die minister Hoefdraad aangeklaagd. En ja, zij gaat die wetten dan tijdens deze rechtszaak veranderen. Dus bij haar is het lastig, mensen. Isabella praatte tegen de bierkaai en dat soort dingen. Dus is weer een idee. Maar naderhand heeft die meneer Jogi... de dingen, want dit was wereldnieuws, hè, dat Simons in strijd handelt met de grondwet. Isabi toch artikel 65 wat het is? Dat is de eed, de trouw en de belofte die kamerleden, moet je mij horen, DNA-leden, volgens de grondwet moeten afleggen. Ze zweren trouw aan de grondwet. En ja, die zweren trouw aan de grondwet, die lukt als maar niet zo, weet je. En vandaar dat ik zeg, kijk, die mevrouw van het constitutionele hof heeft ook onderzocht of er sprake was van inmenging. En ze heeft geconstateerd, inderdaad ja, er is sprake van inmenging. En hoe ga je het doen? Wat ga je doen? Politieke blindheid. Toch? We hebben als parlementariërs, wanneer wij aantreden, leggen we conform artikel 65 van de grondwet, de eed of de belofte af. En dan zeggen we beloven trouw aan de grondwet van de Republiek Suriname en alle andere wettelijke regelingen. Diezelfde grondwet zegt in artikel 131 lid 3 dat we... Onthoud dat, hè, mensen. Artikel 131 lid 3, daar gaat het om. Dat is inmenging. Ja, dat heeft die mevrouw Sterling ook onderzocht. Weet je, en ik vind... kijk, ik weet dat er andere prioriteiten zijn en dat men dat niet wil doen, maar je zal toch gevolg aan moeten geven als jij niet beschuldigd wil worden van selectiviteit. En dan kan pikken de amnestiewet uit en daar ben je dan echt actief bezig om dat te gaan intrekken, weghalen, want het is een onding, ja. Maar die inmenging laat je onbestraft. Weet je, je moet gee aan het constitutioneel hof, ook toe Agrani, waarbij je zegt van oké, ja, goed zo, ik ga het helpen, ik ga er wat aan doen. Ja. Wanneer een zaak aanhangig is bij de rechter, elke inmenging verboden is, ook van het parlement. Nu vind ik dat de voorzitter van het parlement dat weet. En wanneer ze dat weet, moet zij dat agendapunt dan niet brengen op de agenda van het parlement voor behandeling. Het is een recht dat zij heeft om te bepalen de onderwerpen die behandeld worden in het parlement. En wanneer zij dan dat artikel negeert, dat brengt, toch, handelt ze in strijd met de eed en belofte die ze zelf heeft afgelegd. En ik denk dat het mijn plicht is als parlementariër om haar erop te wijzen en haar dan te vragen ook om die behandeling onmiddellijk stop te zetten. Omdat ze in strijd handelt met wettelijke regelingen. Wat zou er dan moeten gebeuren volgens u, als het stopgezet wordt? Nou, we moeten wachten. Het proces is bij de rechter. En we moeten wachten tot de rechter zijn werk gedaan heeft. We moeten weten, dus onze volkslied zegt, recht en waarheid maken vrij. De nabestaanden
die wachten op de waarheid. Het rechtsgevoel van de samenleving zit ook te wachten. Dus laten wij de rechter de ruimte geven. Laten wij ons niet inmengen in de zaak. En wanneer de rechter gesproken heeft, dan kunnen we kijken wat het traject is dat wij als Surinamers moeten volgen. Zal de voorzitter naar u luisteren? Nou, de voorzitter is niet verplicht naar mij te luisteren. Ik probeer de voorzitter aan te geven dat zij niet moet bezondigen en zondigen de artikelen in de grondwet. Dat is wat ik haar probeer duidelijk te maken. Ze heeft beloofd trouw aan de grondwet en ze vertrapt de regels van de grondwet. Aldus een parlementslid die haar gewaarschuwd heeft. Dus ze kan niet zeggen dat ze het niet wist, mensen. Isabi. Maar ik keer terug naar die mevrouw Gloria Sterling. Ja. Want ze gaat het hebben over twee vonnissen waarbij dit al uit ten treuren is besproken. Maar trangen, je ziet de manier. En dan praten we over 2005. Ja, 2005 heeft een internationale rechterlijke organisatie Suriname veroordeeld. We gaan luisteren, mensen. Als ook het bepaalde in de artikelen 105 en 106 grondwet, betreffende de verbindende kracht van ieder verbindende bepalingen van verdragen en de doorwerking van het internationaal recht in het nationaal recht ter zake, die ieder verbindende bepalingen, benadrukken de verhouding tussen deze twee rechtssferen. Je weet wat ze zegt toch, ze legt je uit van moet je luisteren. Kijk, in onze grondwet staat het ook duidelijk. Artikel 105 en 106 is krivi, takere nou. Kijk, wanneer je ziet dat er problemen zijn in Suriname, moet je ook internationaal recht opzoeken en kijken wat de oplossing is. Eerst daar, dan keer je terug nationaal. Weet je, omdat dat de voorrangsregels zijn. Isabi, Suriname kreeg een hele andere rechtsorde. Hoe? Wat? CARICOM. CARICOM komt met zijn eigen rechtsregels voor lidlanden, staten die verbonden zijn aan, hoe heet het? CARICOM. Weet je, dan gaan die regels voor. Je noemt ook kletsnange wetten en regelgeving nationaal. Isabi, want jij bent vrijwillig deze verplichting aangegaan. Snap je? We gaan luisteren weer. Het voorgaande wordt benadrukt in verband met de voor de onderhavige toetsing van belangzijnde mensenrechtenverdragen, waarbij Suriname partij is, met name het IVBPR en het AVRM. Ook in zaken bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens is het Hof gebleken dat het internationaal recht boven het nationaal recht voorrang heeft. Hoor je wat ze zegt? Internationaal recht heeft voorrang boven het nationaal recht. Laat het goed duidelijk zijn aan alle Surinamers die hier zo mee geconfronteerd worden. Je kan wakker gaan van rechter. In zijn naam detacheren, meneer de rechter. Wetgeving van CARICOM zegt dit en ik doe daar een beroep op. Dan moet de rechter deze wetten gaan toetsen en kijken. Suriname is lid van de CARICOM en Suriname moet zich daaraan houden, ja. Weet je, of je gaat en je zegt, je dient je verzoek in bij de rechtbank en je doet een beroep op wetgeving van de, hoe heet dat ding, van de OAS, hè, die mensenrechtenverdragen van de OAS, rechtstreeks. Want ze hebben rechtstreeks zo'n werking. In afgoeiko tegen is, maar ja, maar meneer de rechter, artikel 8 of 14, recht op leven, alle dissen, dat dit of dit, ja. Weet je, nee, je moet internationaal recht pakken. En dat gaat voor. Daar is jurisprudentie voor. Niet die rommel die wij in Suriname creëren. Alles mijn collega, alles er staat niet uit. Weet je, dat is hem niet, mensen. We gaan luisteren weer. Zie hiertoe de vonnissen van Moiwana versus de staat Suriname, als ook Alubutu versus de staat Suriname. Oké, en ik stop nu. Moiwana, hoe allemaal la sabazandati. Maar waarom zijn er Alubutu, jonge mensen? Dat vraag ik me af. En dan, te miluku de maliki van de san, miluku de maliki Oostburg, dan met parkseren, jongen. Juna libis maljaar. En een bon priti. Ja, Jano Boesmeti, Jo na Libisma. Onthoud dit de mensen, Alubutu. Ak
maxi senamang sana alubutu wi isabe seip saja. Er is een vonnis, die mevrouw zegt, er is een vonnis. Mooi wana, hoe allemaal sabi. Meisi alubutu, no mamana sabi. No mamang, terwijl Suriname veroordeeld is door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Met betrekking tot alubutu, weet je. Inter-American Court of Human Rights, Case of Alubutu versus Suriname. Judgment, September 10, 1993. Ja. Wat is Alubutu, mensen? Sena Sanati. Ja. Niemand weet het. Meluku meneer Van der San, meluku meneer Oesburg. Nou, alle letteren van heren, Isabi. Zij kooi kutakwan blosani. En dan. Mijn actie me af tak je fayu lek libisma. Je tak ja libisma. Ja firi. Ja brudu ewakaini. Brudu te ano watra. Ano bon priti. Na libisma meki. Ja. Ja ano bus meti. Fayu kan lomba kawan man. Waarbij te you sabi. Sana alubutu. Wat houdt het in? Wat is daar gebeurd? Dat toch ja dekatief lomba kawan man. Ano kan. Ano kan. Isabi. Mensen, wat is Alubutu? Laat mij je een beetje vertellen. Ja? Op 31 december 1987 in het dorp Atchoni, is een, ze noemen het in dat ding, Village of Pokigrong, district Sipaliwini. Ja? Aan de Tjonkalanka Passi, district of Brokopondo. 20 mannen worden daar zo opgepakt door de militairen van Suriname. Dat de eenheid, die militaire eenheid, wordt aangeduid als S1. Deze 20 mannen worden vreselijk mishandeld. Ja? Ze worden levensgevaarlijk verwond. Ze worden doorboord met bajonetten. Let goed op, hè, wat ik je zeg. 20 mannen. Oké. Okay. Dan. Ze worden verwond. En dan. Vlak voor de ogen van 50 getuigen. Die het gezien hebben. Vrouwen, kinderen, oude mannen. Hoe ze die jonge mannen aftakelen. Afranselen. En proberen te vermoorden. Na hun daad. Kiezen ze er 7 uit. Waaronder een 15-jarige jongen. Ja. Die 7 stoppen ze in een militair voertuig en rijden via die Tjonkalanka Passi naar de stad. Dit gebeurt op 31 december. Ja. Die 7 jongens hebben namen. Wij noemen ze nooit Une Kardening. Tide is een vaste kardening. Deze Alubutu van Guyaba. Dede Manu Alubutu van Guyaba. Buku Wenche Alubutu van Guyaba. John Amoida Aside Hopo. Richenel Fola alias Aside of Ameikun Kambuka van Grantatei. En Martin Inside Banai van Guyaba. Je hebt ook Berry Tiopo van Guyaba. 7 mensen. Hiervoor mensen. Mensen, er wordt, je hoort gerommel en gestommel. Maar je weet toch, ze zijn actief bezig. Met de vernieuwing, verbouwing en renovatie van de studio. Dus we moeten het hiermee doen. Oké, okay. Deze 7 mannen worden in een auto gestopt. En naar Paramaribo gebracht. Ja, er gaan een aantal dagen voorbij en ja, 31 december zijn deze jongens weggevoerd en 4 januari gaat de familie op zoek naar deze jongens. Ze komen naar de stad en ze vragen hulp van de militaire politie van moet je luisteren, jullie hebben die jongens weggehaald, we willen graag weten wat er met hen is gebeurd. Ze worden weggestuurd, ja.
hoe heet het, ze kregen geen verdere informatie en al dat soort dingen. Ze gaan, de mensen zeggen ze wel, van ja nee, die jongens zijn niet meer hier, ze zijn weg, ze zijn teruggestuurd naar hun dorp en dat soort dingen. Oké, opluchting voor hun. Maar wat krijg je nu? Deze mannen, die gaan dan, hoe heet het, op zoek naar die jongens. En ze vinden er niet, ze komen er niet achter waar die jongens zijn. Ze rijden dan de Tjonkalonkapassie weer op en ze ruiken een vreselijke geur. Wat bleek? Die militairen hebben deze jongens een kuil laten graven. Ze hebben die jongens dan vermoord. Inclusief die 15-jarige, die Asside. Weet je, hij is verwond en op zijn achterschouderblad hebben ze een kruis ingekerfd met een mes. Ja? En dat kruis, hij was dan in dat ding. Hiervoor mensen, één momentje. Daar ben ik weer. Even wat proberen aan dat geluid te doen. Oké, goed zo. Dus de man met de man die kwam, hallo? Ja? Die 7 jongens die zijn dan vermoord. Inclusief die 15-jarige jongetje. Die men dacht dat hij dan ook dood was. Op zijn rug heeft men een kruis ingekerfd met een mes. Dus ze zijn daarvoor gemarteld. En in die kuil gegooid. En ja, lesief de man. De man trouwens aan die naar de tapo. Maar niet geheel bedekt. Dit heeft op 4 januari, weet je, kilometer 30, gingen die mensen zoeken, Tjonkalonkapassie. Kilometer 30, de mango. Dan de meis Meri, Wansani, Isabi, een hele penetrante geur. En die Asidi, die kon eruit kruipen, uit dat graf. Maar hij heeft van 31 december tot en met 4 januari in dat kuil gelegen tussen die andere jongens. En het begon te ontbinden. En zijn wonden waren zwaar geïnfecteerd. Maar ja, dus hij kon eruit kruipen, maar hij kon niet verder. Ja. Hij is toen gelukkig gevonden door deze mensen. En ze hebben hem gebracht naar de stad voor hulp. En de Rode Kruis, International Red Cross, heeft zich ontfermd over hem. Want ja, je weet toch mensen, je krijgt dat probleem dat je, ja, dingen komen naar buiten wat niet had mogen naar buiten komen. Dus we zitten met een probleem. Ja, 87 speelt dit. En ja, de jaar van 87, want 31 december toch naar 88. Ja, oké, dan de Rode Kruis die ontfermt zich over dat jongen. Hij blijft een paar dagen in het ziekenhuis en hij vertelt zijn verhaal. Ze nemen zijn verhaal op als getuige. Weet je, ze zetten het op papier en al dat soort dingen. En ja, de Rode Kruis die slaat dan groot alarm van moet je luisteren, kijk, die jongen is gemarteld en hij is vermoord. Ja. En heeft dat bevestigd. En de beelden, ze hebben al die andere lijken ook onderzocht. Alobutu. En ja, de militairen, die gaven niet thuis. Ze gaven de jungle commando de schuld. De jungle commando gaf hun de schuld. Maar die jongen was daar duidelijk in. En die 50 getuigen van Pocky Grong destijds, die hebben ook verklaringen afgelegd. En zo is deze zaak aan het rollen gebracht. En dat is wat die mevrouw noemt. En ik keer terug naar dit feit. Kijk, oh ja, die jongens komen te overlijden omdat ze wonden. Hij had 4 dagen van 31 tot 4 januari in het kuil gelegen. Felle zon, weet je. Ontbinding. Dus hij was zodanig geïnfecteerd dat het, hij was niet meer te redden. En is hij komen te ontvallen. Weet je. Deze zaak is voortgezet aan de International Inter-American Court of Human Rights.
En die heeft een uitspraak gedaan. En daar zo zei men dan in Suriname van moet je luisteren, kijk nou, onze nationale wetgeving gaat voor. En dat bleek niet zo te zijn. Daarvoor, bij Mojuana, de slachter van Mojuana, heeft dezezelfde Inter-American Court of Human Rights al gezegd, weet je, je kan nog een nonsens dat die, omdat ja, je een amnestiewet hebt, dat ja, mogen die mensen doen en laten wat ze willen. Ik zeg tegen mensen als Oostburg, van de San, na de VV of Kati, zij is de long, ik doe ze niet, maar ja, dat is gewoon geld kwestie mensen, Isabi, de man dat is meer money, weet je. Ik heb altijd zo gezien van, moet je luisteren, kijk, je hebt een patiënt in Gawandatra. Dat er tegen, meneer, kijk nou, ik heb slecht nieuws voor je hoor, je bent uitbehandeld, dat is aan no-go. En ja, jouw ziekte is zo ver gevorderd dat je het niet meer gaat halen, weet je. Dan zit je met de acceptatie, ja. De mooiste niet gauw zo, dat er tegen dat keer, nee, jongen, dat om mijn moeder aan het is, ja. Mijn game is een sexy, Isabi. Ja. Jij zit met dat acceptatie, dat jongen, van wat doe jongen, ja, maar dat rijdt hij, ja. Hier, go geniet voor je familie, go regelies aan je, en zo, ja, dan zal je afscheid moeten nemen. Heel zwaar mensen, heel zwaar dit ding. Vele mensen kunnen het niet accepteren. Maar nu heb je een paar vervloekten onder ons, die gaan misbruik maken van deze situatie, die gaan jou zeggen van, jongen, hé, mis aan mambo, maar jongen, kook het op, maar was hij, maar doe die, dat die. En wat doe je? Je gaat erin geloven, omdat je verder geen andere alvast meer heb. Dus ja, dat is mijn goed, dat is mijn sani. Doe aan los aan, dan ga je in die tussentijd bij je zoveel geld kwijt. En die mensen, die hebben geen scrupules hoor, mensen. De man Afiri, Isabi, de man, heb ik gewoon misbruik voor je. Dit moet je ook zien in het kader van deze 5 advocaten met Bouterse. Bouterse is lam geslagen buiten, ze zitten in een heel moeilijk parket. En deze mensen komen jou een vorm van hoop geven. Dat ja, we schrijven de man een briefje naar die snel dat die anders doen. Dat ding past niet in het systeem van wetgeving in Suriname. Is allemaal larikoek. Maar toch doe je maar hoop. En ja, dit kan je alleen doen met mensen zoals Bouters en die vrouw. Die geen jota afweten van rechts, ja, rechtspraak en wetgeving is aan dat die. Dan maak je misbruik. Heel vervelend dit hoor, om te zien hoe Surinamers met elkaar omgaan. Ik keer terug naar dat ding wat ik je verteld heb. Wij lezen al dit soort dingen. Verklaar ons voor gek. Maar Tewamantak is aan, die zit, hoe is dat precies overzijgen? Weet je. We zijn niet geweldig hoor. Maar ja. Sabidiri hè mensen. Weet je, daarom theoeëren de man die zei, takkie, nou zou precies dat gaan. Een kind kan de was doen, jongen, wegwezen van hier, weet je. Je gaat hem gewoon op show de meteren, omdat die dingen wat ze zeggen niet kloppen, ja. We gaan nog een stukje luisteren van die mevrouw Gloria Sterling. Het Hof is veroordeeld dat lidstaten van het AVRM gehouden zijn aan hun internationale verplichtingen voortvloeiende uit dit verdrag. Het Hof neemt verder in zijn overweging mee dat artikel 26 van het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht uitgaat van de pacta sunt servanda gedachte, wat wil zeggen dat elk in werking getreden verdrag partijen verbindt en moet dit door hen te goede trouw ten uitvoer worden gelegd. Suriname heeft het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht op 31 januari 1991 geratificeerd en heeft zich dus gecommitteerd aan de verdragsbepalingen. Artikel 27 van het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht stelt hierop eveneens: een verdrag mag zich niet beroepen op de bepalingen van zijn nationale recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen. Het voorgaande sluit aan bij de bepalingen van artikel 106 Grondwet, regelende de rangorde van het internationaal recht ten opzichte van het nationaal recht ten aanzien van ieder verbindende bepalingen van verdragen, de voorrangsregel. Ik kom ertussen. Go actie de man die zie. Zij kon tegen iemand lo nonsens op tv. Echari en ik weet. Een ieder verbindende bepaling. Wat is dat? Ja? Ja? Dit is abito. Weet je? If je play sabiso, neem collega uit toch, weet je mensen. Maar ik ga niet te veel juridisch tierenlantijn smijten. Ja? Wij gaan een stukje verder terugspoelen.
Want, even kijken hoor, mensen waar ik ben. Laten we weten en laten we luisteren naar dat besluit wat deze mevrouw heeft besloten, ja, wat de gevolgen zijn van, hoe heet het, de amnestiewet, ja. Maar ik richt me vooral, kijk, dat van die amnestiewet, hoe is Sebastian dat lange ding, maar dat is zo'n lange Jezef Simons, de man voor NDP, want ja, de bewoning, de vrije hand, vrije gogo, doe de ogri, en corruptie, dan is dat, ja, oké. Maar die artikel 131, mensen, het inmengen, dat vind ik dat wij niet onbestraft mogen laten. We gaan luisteren, we gaan naar het uiteindelijk besluit. Dit ding is al behandeld. In een contrarij bakken, want deze mensen, ik heb je gezegd, de man die zie de verbindende factor tussen alle Surinamers in Suriname, dat is juist de man zaptak, hey, als aan dat we nakken panja, if als aan dat nog de, dan rekent dat de halve geweldigheid uit. Weet je, ik heb je uitgelegd, wij houden onszelf voor de gek, Bromtje Jari, Surinamer, de Surinamer bestaat niet. Weet je, ja, look wat man ik PL. Ja, actie was er naar man door, niet zo naar man. Ja, maar kijk naar die man zijn dingen. Ja, rood, wit. Weet je, en dat wordt takas aan etnisch. Ja, maar die mannen zijn etnisch. Het is een etnische groep binnen de Surinaamse samenleving. Je kan verandering toch? Het is zo. Maar beter accepteer een situatie dan dat ego vecht aan. Want het gaat je niet helpen. Het heeft ons nooit geholpen, zie dat 75 niet. En look op hoe door het idee. Ik keer terug, mensen. Wat heeft het Hof besloten? Ja, en nog vergis je. Dit is niet het gerechtshof. Dit is het constitutioneel hof die een bestuurlijk besluit neemt. Ja, we gaan luisteren. En dan moet je focussen op artikel 131. Zijn de verdragspartijen verplicht alle maatregelen te nemen om te garanderen dat niemand het recht op een eerlijk proces wordt ontzegd of ervan wordt weerhouden gebruik te maken van zijn recht op een effectief rechtsmiddel zoals bedoeld in artikelen 8 en 25 van het AVRM. En nu komt het essentieschap. Het Hof neemt het volgende mee in overweging. Het besluit van het Constitutioneel Hof, de dato 22 juli 2021, SB 2021 nummer 100, in zake toetsing van de wet van 5 april 2012, houdende wijziging van de Amnestiewet 1989. Ik kom ertussen. Jussie Amandisi Oosburg, aan mij zo heer, ja, er zijn twee amnestiewetten. Deze mevrouw zegt, de amnestiewet van april 2012, inhoudende de amnestiewet van 89. Het is twee en dezelfde. Zo eng, want jij is de gewee. Maar dat kan stel maar vragen. Als ik daar niet, dat je die wet van, de amnestiewet van 1992, die van 92 en van 2012, dat hebben ze ingetrokken, maar zij dan een trekker van voor 89. Hij is dom, hij weet niet waar hij het over heeft. Die van 89 en 92 zijn twee en dezelfde wetten, naar nou, one wet. Deze wet is uitgebreid in 2012. Dus if you tap die 2012, is die tap alles aan niet. Die vanaf 89 is weg. Maar hij is donsweerig dat ja, maar nee. Hij leert die Surinaamse gemeenschap dat nee, er is een aparte voor 1989 en is een aparte van 2012. Die 2012 zijn jullie zo flink, jongens, dat ging op poer. Maar dat wordt about die 89, want dat is about Brunswijk, die is niet. Van de Karing Amnesty. Is niet waar, klopt niet. Ja? Maar ik ga me daar niet op focussen, mensen. Het is een passist, zo. Artikel 133, lid 3. Op verenigbaarheid met de grondwet.
het Amerikaanse verdrag voor de rechten van de mens en het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten. Dat verdragspartijen die wetten aannemen welke strijden zijn met hun verdragsverplichtingen, in strijd handelen met de artikelen 8 en 25 junto artikel 1 leden 1 en 2 van het AVRM. Dat amnestie een bij- of grachtenswet geregelde algemene kwijtschelding van straffen is, wegens strafbare feiten, gepleegd gedurende een bepaalde tijd en achteraf het strafbaar karakter ontnomen wordt, onverschillig of er een rechtsvervolging is ingesteld en of men de schuldigen kent. Dat in delen van Latijns-Amerika veel verleende amnestiewetten voor mensenrechten schendingen in de jaren 70 en 80 vernietigd zijn geworden. Dat amnestie eveneens een omstreden begrip is, vooral vanuit de internationale rechtsorde, nu zij vanuit verschillende uitgangspunten kan worden gebruikt, namelijk vrede of juist rechtvaardigheid. En ik focus ja, dat waarom het nietig wordt verklaard, ja? Ga goed zitten luisteren. Dat het vaste rechtspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens is, dat amnestie in strijd is met het AVRM. Deze amnestie nietig wordt verklaard. Suriname heeft de jurisdictie van het vernoemd hof erkend op 12 november 1987 en is gehouden aan de uitspraken van vermeld hof. Na de verlening van amnestie de mensenrechten schending eventueel stopt voor de schuldigen, maar dat hierdoor in de toekomst juist een aanmoediging voor anderen zou kunnen zijn. Hoor je dat? If je doet aan die Sinaan amnestiewet, hou moedig trouwen aan voor pleeg van koepbakkerij schenden mensenrechten. En daarom trekt zij een streep erdoor. Voor herhaling van deze schendingen. Dat tegen degenen aan wie amnestie werd verleend conform de wet van 19 augustus 1992. Amnestiewet van 1989. In de periode van 1 januari 1985 tot 20 augustus 1992, ten aanzien van misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en genocide, zijn uitgesloten van strafvervolging. Zijn niet uitgesloten van strafvervolging, dus je moet vervolgd zijn, ja? Dat er geen rekening is gehouden met de gevoelens van het volk en de inzichten van relevante organisaties over de gevolgen van de verleende amnestie met betrekking tot de wet van 19 augustus 1992. De amnestiewet van 1989. En je hoort het, hè? Ze herhaalt het telkens. Die van 92 naar 89, hoe ik bedoel. Isabi. Dat amnestiewetten leiden tot machteloosheid bij slachtoffers en straffeloosheid bestendigen. Dat de wet van 19 augustus 1992... de amnestiewet van 1989, een belemmering heeft gevormd en of een inmenging betekende. Ijerja, inmenging betekende, inmenging. Dat is haar conclusie. Voor alle onderzoeken, vervolgingen en berechtingen van strafbare feiten, zoals genoemd in artikel 1 lid 1a, b, c en d van deze wet, gepleegd in de periode 1 januari 1985 tot 20 augustus 1992. Dat de artikelen 10 grondwet en 14 IVBPR en 8 en 25 AVRM betrekking hebben op de bescherming van de ieders recht op een eerlijk proces door een onafhankelijke en onpartijdige rechter en eveneens het recht op toegang tot de rechter bij aantasting van hun rechten en vrijheden. Dat conform artikel 8 grondwet de wet voor ieder gelijk moet worden toegepast en aldus in de wet geen plaats mag zijn voor een ongerechtvaardig onderscheid. Dat conform artikel 14 grondwet het recht op leven een fundamenteel recht is. Dat de staat Suriname gehouden is tot waarborging en verzekering van mensenrechten, zulks voortvloeiende uit de grondwet en de internationale mensenrechtenverdragen waarbij Suriname partij is, waaronder het IVBPR en het AVRM. Komen we aan bij de beslissing van het Constitutioneel Hof. Het Constitutioneel Hof is van oordeel, gelet op de toetsing van de wet van 19 augustus 1992, de amnestiewet van 1989 dus, dat vermelde wet in strijd is met de artikelen 8, 10, 14, 131 lid 3. Dat wil ik horen, 131 lid 3. Asan Sajogi bij Warschau Simons.
ja, in 2012 in strijd. Wat ga je doen? Deze regering, ik weet het, is moeilijk. Isabel, kijk, vandaag heb ik gezegd, je hebt geschiedenis geschreven. Wat ga je doen met deze mensen die Suriname helemaal naar de afgrond hebben gebracht door het schenden van grondwettelijke regels? Ja? In elkaar kon, die kon zweren, ja, ik zweer die, dat hij alles op nonsens, maar die, je overtreedt jouw wet. En ook kan. Weet je, wij moeten hier wat aan doen, mensen. Die artikel 131, lid 3. Inmenging. Zij hebben zich ingemengd in een lopende proces. En dat mag niet. Van de grondwet van de Republiek Suriname. Dat de vermelde wet in strijd is met artikelen 2 en 14 van het IVBPR. En dat vermelde wet in strijd is met de artikelen 1, 8 en 25 van het AVN. Ik kap ermee hiermee, ja, van de vermoeide. Maar het komt erop neer van, ja, moet je luisteren, kijk, dit kan niet, mensen, en het is vreselijk moeilijk dit, weet je, om te moeten aanhoren. Even kijken hoor, ja. Deze mevrouw heeft Suriname een hele slechte naam bezorg. En Suriname is 10 jaar teruggeworpen door hun doen en laten, nalaten, weet je, met betrekking tot de amnestiewet. Even hoor, mensen. Even hoor, even kijken. Ja. Waar ben ik? Oké, okay, ja. In nog een tijdje met dat hij doet zodanig dat hij naar verstaan. Vooral omdat er meerdere parlementsleden zijn geweest die haar gewaarschuwd hebben. Maar ja, politieke loyaliteit die tot politieke blindheid leidt. En het maakt hun niet uit, Senang, is niets voor hun. Dit kan niet. Suriname is niet hun doel. Suriname is het middel. We maken money. Una trobi, dan is er naam, de hel met hun, Isabi. Oké, wij gaan nog een stukje van haar laten zien, want ik vind dat zij niet vrij uit mag gaan. De Surinaamse gemeenschap moet haar ook strafrechtelijk vervolgen. Vooral omdat het constitutioneel hof niet alleen heeft geconstateerd dat de amnestiewet in strijd was met de grondwet en vooral met name internationale wetgeving, ja. Maar de personen die daar dit gevolg teweeg hebben gebracht, die mag je niet onbestraft laten, want zij heeft ook gezegd, en ze heeft het genoemd, artikel 131, lid 3, inmenging. Zij mochten dit niet doen. Wat gaan wij doen? Gaan we ze vervolgen? Of wordt dat lukt de man? Isabi de Pchimchiwang. Zij weiger, het dacht, jongen, lieve man, jongen, doe die zin, doe dat, weet je. Je kan niet zo in het leven staan, maar dan moet je bereid zijn om te pinaren. En niet alleen zomaar te pinaren, eerst te kraperen, daarna te pinaren ook, Isabi. Dat is nog eens een zwaardere vorm. If you, ja, wanneer zijn dat dit? En dat toepadraai je kon, ik dacht, ja, weet je dit in film? Nou, boom. Je moet schoon schip maken. Je moet kunnen, je moet krimen, je moet krimen je passie. Wie dat nalaat en wie daar makkelijk over denkt, jij bent gedoemd tot mislukken in je leven, weet je. Ik hoop dat Santoki dat ding overweegt en andere parlementsleden ook om te zeggen van moet je luisteren, kijk nou. Wij moeten respecteren wat het constitutioneel hof heeft geconstateerd, met name een schending van artikel 131 lid 3. Wij hadden haar gewaarschuwd destijds. Vandaag is het aan ons om Suriname was kunupuru, was hebipuru zou Mickey, ja? Ik ga je meenemen. En moet je kijken de arrogantie van deze vrouw. En dat mag niet onbestraft blijven. Verkeerling Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, zegt in de reactie op het besluit van de OAS die een klacht
tegen de omstreden amnestiewet van april 2012 in behandeling gaat nemen, dat het parlement slechts verantwoording verschuldigd is aan het volk van Suriname en aan niemand anders, dus ook niet aan een buitenlandse organisatie. De Nationale Assemblée is alleen verantwoording schuldig aan het volk van Suriname. De staat Suriname is lid van organisaties en als zodanig kan de staat Suriname mogelijk soms worden geroepen in organisaties waar zij lid van is om verantwoording af te leggen. De Nationale Assemblée legt verantwoording af bij het volk van de Republiek Suriname. Ja, en wat doet u dan met deze mededeling? Ik weet niet. Officieel werd u hier wel nog niet op boven. Ik weet niet waar het precies op slaat, maar ik heb ook gezegd vanmorgen, voor het geval dat de Nationale Assemblée iets hierover zou moeten zeggen, dan zijn we 22 jaar te laat. We hebben geen amnestiewet gemaakt in deze zittingsperiode. De wet is onaangetast gelaten zoals die was gemaakt in 1992. In zijn werking. In zijn werking niet aangetast. Dus, we zien het wel. Ja, hoe ziet u de bevoegdheid van de Nationale Assemblée in deze? Want daar, de bevoegdheid is in de grondwet vastgelegd. Amnestie wordt gegeven bij de wet door de Nationale Assemblée. Dat heeft de Nationale Assemblée in 1992, dacht ik, gedaan. En vanaf toen bestaat die wet. En nu ook in 2012? Nee, we hebben niets aan de werking, nul aan de werking van de wet veranderd. De wet is zoals de wet altijd was. Er is maar één ding veranderd. Die mensen die onder die wet vallen zijn veranderd. Morgen komt de Nationale Assemblée Openbare Vergadering bijeen om te praten over het constitutionele hof. En ook nog over de loterijbelasting. Hoe denkt u dat het morgen zal gaan? Want de afgelopen tijd had u geen quorum om de vergadering voortgaan te laten vinden. Ik weet niet hoe het zal gaan. Ik denk dat u de mensen, u bent pers, u ziet wie komt, wie niet komt. Misschien moet u die mensen vragen. Maar meneer Monarat van Nieuw-Suriname verzet zich daartegen om quorum te verlenen. Want hij vindt dat er afspraken zijn gemaakt met het parlement. En dat het parlement zich, zeker de voorzitter, niet aan die afspraken houdt. Er worden onder andere eerst andere wetten, advocatenwet, in behandeling worden genomen. Hij praat ook over wetboek van strafrecht. Misschien kunt u meneer Manorat vragen om te laten zien waar die afspraken zijn gemaakt met hem. Ja. Misschien kunt u hem dat vragen. Ja. Maar zijn die afspraken gemaakt? Gezegd. Ja. Nee, we doen ons werk naar zoals we kunnen en zoals we dat kunnen doen en zoals we overleg plegen en zoals het zich aan ons voordoet. Maar hoe gaat u zelf om met het probleem van quorum iedere keer weer opnieuw? Het is een politiek vraagstuk. En in de politiek heb je fase en periode. Dus de coalitie, die moet omgaan met het vraagstuk. Ik moet mijn werk doen. Ik schrijf de vergadering uit. Ik kijk welke wetten klaar zijn. Van welke wetten we de gevraagde informatie van de regering hebben gekregen. Want we hebben ook 2 of 3 waar we informatie over moesten krijgen. Ik heb weer gerappelleerd. Dus de wetten zoals die zich aan mij voordoen, die behandel ik. Die zet ik op de agenda. En ik moedig de pers aan om toch te duiken in handelingen en andere documenten die zijn vastgelegd van waarom we dingen op een bepaalde manier doen. En ik moedig alle andere mensen aan om wanneer ze praten over het werk van DNA rekening te houden met de realiteit van de dag en de dingen weer te geven zoals ze zijn. Ja, haar realiteit is niet tot ons hoor mensen. Ze leeft in een hele vreemde wereld. Maar ja, het is niet anders. Wat moet je met dit soort gasten, Isabi? Deze mensen mag je niet onbestraft laten gaan. Want ja, ze hebben Suriname enorm veel schade berokkend. En ze hebben zich stinkend rijk. Ze hebben zich verrijkt. Snap je? En ja, die domme bouters hebben ze daarvoor. Voor het karretje gespannen. Hij dacht van ja, ze zijn geweldig. Ze hebben hem beschermd en dat soort dingen. En dat kan je doen. Wanneer je mensen hebt die niet geschoold zijn. En dat is een hele kwalijke zaak, Isabi. Minusap zei de man die zie. Ik Oostburg naar de Sandat. Nee, Luko. Asan die zie. Weet je, tak jongen. Hé, wat is dat niet klopt, ja. Weet je, want kijk. Mevrouw Rutwijnenbos gaat reageren op die nonsens van mevrouw Simons. Van ja, we hebben niet veranderd. We hebben dit niets. Niks heeft ze gedaan. Maar ja, OAS. Hij veroordeelde je. Verdankt. We gaan luisteren naar mevrouw Weidenbos. Mevrouw Weidenbos, voor de zoveelste keer, voor de derde keer, is hier weer een vergadering van de Nationale Assemblée afgeblazen. Wat kan u ons daarover vertellen? Wat speelt er precies in het parlement dat er weer keer op keer vergaderingen worden afgeblazen?
Ik denk dat de coalitieleden, zoals we de geruchten horen, dat er coalitieleden boos zijn. Waarom weet ik niet. En dat ze dus dan niet komen om quorum te verlenen. Ja, en wat zal er nu verder gaan gebeuren? We wachten af. We wachten af en dan horen wat wel. Maar ik hoop dat de mensen... Ik had u ditzelfde eigenlijk al gezegd de vorige keer. Ik hoop dat de mensen nou inzien dat alleen overleg kan maken dat vergaderingen doorgaan. Dat heb ik u al gezegd. Ja, maar wat doet u met die verantwoording die het parlement zou moeten afleggen tegenover de OAS in verband met de omstreden amnestiewet? Ga je schrap zetten, mensen. Ga je schrap zetten. Ja? We gaan luisteren. Ook daarvoor hebben wij gewaarschuwd. Meneer Pinas, amnestiewetten liggen niet goed internationaal. Zowel de voorzitter van het parlement als de vicevoorzitter en andere leden hebben stapels brieven gekregen, overal uit de wereld. Heeft men ons gewaarschuwd om het niet te doen. De mensen zijn doorgegaan, ze hebben het gedaan en nu moeten we weer gaan naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten, want die hebben we geschonden. Dus dan worden we weer aangeklaagd. En luistert u, men moet goed begrijpen dat het niet zo is zoals gezegd wordt van niemand kan aan het parlement komen. We zijn verantwoordingsschuldig aan het volk. Dat is wel waar. Maar onze bevoegdheden als parlement ontlenen we aan de grondwet en een lagere wet of andere lagere wetten. Maar een verdrag staat boven de grondwet. Dus wij kunnen niet zeggen van nee, we vallen niet eronder. We hebben het verdrag getekend, geratificeerd. Dus het parlement is niet boven een verdrag. Wij moeten ook verantwoording afleggen. En dat is het moment dat binnenkort zal komen. Zal het moment wel komen dat de OAS toch wel en hoe dan ook de leden die hebben meegewerkt aan deze omstreden amnestiewet ter verantwoording te roepen? Nou, natuurlijk, maar het is niet de OAS, die organisatie. Het is het lichaam dat u eigenlijk onafhankelijk handelt. Hè? En dat is dus het Hof, het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Die staan, wanneer de OAS met de landen praat die aangesloten zijn, kunnen ze politieke beslissingen nemen. Maar wat de rechtsgang gaat en rechtspraak aangaat, dat is het Hof. En daar mag de OAS zelf met politiek, met landen niet in interveneren. En wij vallen. Ook als parlement, we staan niet boven een verdrag. We vallen ook eronder. We hebben de voorzitter met betrekking hiertoe aangehoord. En ze heeft ons meegegeven dat in feite ons parlement geen enkel verantwoording verschuldigd is aan de OAS, maar aan het Surinaamse volk. Wat doen we met deze verklaring van de voorzitter? Ik denk dat de voorzitter op een verkeerd spoor zit. Verdragen gaan boven nationale wetten, ook boven de grondwet staan internationale verdragen die we vrijwillig gesloten hebben. En wij, ik herhaal het, we ontlenen onze bevoegdheid aan de grondwet. En de grondwet is wel de hoogste wet in het land, maar het is een lagere wet als het gaat om een verdrag. Wat zouden de consequenties voor ons land kunnen zijn wanneer dit gewoon niet gebeurt? Hoe bedoelt u het niet gebeurt dat de leden opgeroepen worden of gehoord moeten worden en niet verschijnen? Ja, dan zullen we kijken wat voor sancties er staan in het verdrag zelf. Maar dat is een blunder. Je bent verplicht als je opgeroepen wordt als, laat maar zeggen, een burger die leeft volgens recht. En wet, dan ben je verplicht daar gehoor aan te geven. Dus laten we kijken wat er gebeurt. Tenminste, als ik opgeroepen word, ga ik zeker. Paul Somorden, daar wil ik niets van horen. Maar goed, mensen, je hebt het gehoord, toch? En ja, wat is de sanctie? Ja, je zoekt het maar lekker uit. Wat de sanctie is, die idee. Zo mijn Bartak deed in de film. Ja, dat is de sanctie. Iedereen, elk land heeft Suriname uitgespuugd. Ja toch? Ik keer terug, mensen. Ik had je gezegd, we zouden de NDP bespreken. Hè? Als ik kijk naar deze mevrouw van Boutersen, ik denk dat ze een gevaarlijk spel speelt zonder het te beseffen. Maar dat heeft te maken met je capaciteit, hè, waar je over beschikt.
je denkvermogen en dat soort dingen. Deze mevrouw die weet weinig. Isabi, in de kant ik in kwalijk. Kijk, als je haar vraagt in 1980, ze was niet met Bouterse mensen. Laat me je eerlijk zeggen, 82 was ze er ook niet. Ze is in beeld gekomen in 1990. Daarvoor had Bouterse andere vrouwen, laat me het zo zeggen. Ja. Zij, kwam pas in 1990 in beeld. En ja, dus over die periode moet je haar niks vragen. Ze weet niks hoe het gegaan is. Maar 90. Ik denk dat zij flink belazerd is door mensen als Simons. Ja. Bouvra is een... Nou, op Tjisriba mensen, maar... Mensen als Simons. Mensen als Jennifer van Dijk Silos. Weet je. Nu heb je die vreedzaam. Ja. Je moet daar zij moet daar vreselijk voor oppassen. Er is een machtsstrijd binnen de NDP. Eigenlijk zag je het al op dat laatste meeting van Osseer. Je ziet dat er een hoop mensen de rug hebben toegekeerd naar Bouterse. Weet je, Bouterse vormt een struikelblok. Ja? Kijk, de machtsstrijd is takierino, juperiore psakba, gwefja. In kon Dragasan over. Maar ja, je weet toch mensen. Kijk, if Bouterse Dragasan over, is zijn rol... Is hij politiek dood? Ja? Hij is politiek dood. Va. Hoe? Ja. Het gevecht, de machtsstrijd van de NDP gaat om de voorzitterschap van de NDP. Iedereen wil NDP voorzitter worden van de NDP. Waarom? Ja. Deze mensen zijn ook niet rein. Na Bouterse is de kans groot dat een regering die komt... Die schoonschip gaat maken met al die corruptieschandalen die deze NDP'ers gevoerd hebben. Wij kennen dat ding toch van Bouterse. Toen hij verklaring. Hier kijk hoor waar ik ben. Ja. Bij zijn inauguratie. Je sabi toch de moment van president. Ja. Dan heeft die man vreselijk goede en mooie voornemens. Ja. Amantrum president. Maar die mensen, die zogenaamde NDP-lovers, die hoeven jouw ideaal als president niet te delen. Is dat niet dat je komt, maar je gaat een kruistocht tegen corruptie beginnen. Jongen, 10 jaar onder Venetiaan, door oppositiebanken. Dat verdraai je nou weer, weet je. En je, wat zag je gebeuren? Deze NDP'er zei ze door Mekwan Lobbari. Abrahams. Abrahams was een van de eerste mensen die de kans kreeg om minister te worden. Wat heeft hij gedaan? Dat moet je je afvragen. Kijk, je kiest een kans toch? Ja, NDP'er. In plaats van hoor al je voor NDP omhoog. Nee, man gewoon voor. De eerste minister die eruit geschoten is, was Abrahams. Die deed mij fatigue, voorzitterschap. Weet je, en zo kan ik dan loze namen voor je noemen. Weet je, mensen als Panka. Ja, moet je luisteren, jongen. Mino Sabere, mensen, kababa. Weet je, maar ik Panka. Ja, daar moet je geen woorden aan vuil maken, hè? Want dan lasting, Isabi. Maar. De NDP kwam, Bouterse die wilde zijn idealen uitdragen, maar Bouterse's idealen waren niet de idealen van de NDP. Ja, ik heb het gezegd, ja. Isabi, ik ga je meenemen, dan moet je kijken. Ja. Iedereen begint, ja, moet je luisteren, doe zo mijn kwijt in zijn naam. Miki zei ook als hij toen president, en ja... Ga maar luisteren wat hij destijds gezegd heeft. We gaan luisteren, ja. Mag ik danken? Deze president zal daarom een president zijn voor alle Surinamers, ongeacht waar zij zich bevinden.
moeten ons schamen dat er boestingenkinderen nog zijn die rondlopen zonder adequate voeding, zonder adequate opleiding. Ik kom ertussen, ik vind dat hij een gore lef hier doet. Hè. If you arke een verhaal samen verteren over Alubutu, dan denk ik, ja, hoe moet ons schamen dat er boeskinderen zijn? Weet je, niet zonder schoenen en ja, dat soort dingen. Lopen, ja. De Egyptiërs zouden Alubutu zou doen, die zou weer militair voor je, weet je. Maar, ga maar luisteren, zijn ideale mensen. Geen school, geen drinken. We moeten ons schamen dat er nog Indianen in dit land wonen. Onze Surinamers, die geen school hebben, die bereikbaar zijn, waar die bereikbaar zijn. We moeten ons schamen, wij met onze grote televisies hier in de stad. Laat het vandaag zelf zijn. Dat ik weet dat een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij, landen die zichzelf moeten ontwikkelen, dat vaak leiders een corrupte leven leiden. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. We kunnen enorme ideeën hebben. We kunnen enorme leiderschapskwaliteiten aan de dag leggen. Belangrijk zal zijn dat wanneer het gemeente in ons hart is om samen met elkaar dit land daadwerkelijk van de grond te krijgen. Ja mensen, hele mooie idealen naar de zand. En als je dat gezegd van mevrouw Simons zag, die had meteen gezegd, joh, lawaai lawaai niet in de no. Je kruist toch tegen corruptie. Hoe kon je allemaal niet? En jij gaat ons niet tegenhouden. Dus ophouden met die nonsens, weet je, dat je kon zijn in corruptie. Wij, en dat, je ziet toch dat deze mensen het nooit gemeend hebben met de NDP en Bouters en aan de Sandati. Ze wilden aan de macht komen alleen maar om verklaring zoveel mogelijk binnen te harken. Weet je, dat zij dan, hun slag konden slaan. En ja, dat denk van Bouters, ja. Hé hey, jongen, Sabi Serifiere, Isabi, want je wordt gezocht. En ja, je hebt hier een amnestiewet, maar je moet gewoon je mond houden. Ja, want ik blijf je zeggen, NDP toch, we zijn een geweldig partij. Dan hadden ze aan dat die, en ja, we gaan een kruistocht beginnen, dan hadden ze aan dat, maar je ziet dat, ga maar luisteren, we gaan luisteren wat hij hier zo gaat zeggen. Mevrouw de voorzitter, de regering heeft gemerkt dat er herhaaldelijk in het parlement verwijzingen worden gemaakt naar corruptiezaken die in onderzoek zijn. Een geacht lid van uw college heeft in zijn betoog uitgebreid aangegeven hoe hiermee politiek gespeeld wordt. Ik wil u voorhouden welke dossiers de regering onder meer heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie. Er ligt daar nog steeds een dossier van Telesuur. Er ligt daar nog steeds, wat de gemeenschap ook verwacht, dossier over naschoolse opvang. Over aankoop en aanbouw van de kwestie ambassade Frankrijk. Carifesta ligt daar ook. SBB ligt daar ook. Een aantal documenten betreffende EBS liggen daar ook. Zie daar de intentie, mevrouw de voorzitter, dat het niet aan deze regering gelegen is om zaken onder de mat weg te schoffelen, maar wanneer er, en zeker wanneer er binnen uw geacht college
vragen worden gesteld. Helaas zijn het vragen. Helaas zijn het vragen. In de lucht, om het zo te zeggen. Maar er zijn ook geachte leden die heel concreet zaken vragen. Ja, heel concreet zaken vragen. Je moet ervoor zorgen dat deze dingen niet voorkomen. Kijk, wij zijn toch NDP'ers. En NDP'ers, die corromperen niet. De man is voor, de man is, ze werken voor het volk. Nee. En mensen, dit is maar een klein greepje hoor. Is maar een heel klein greepje uit de scala van een lijst van corruptieve zaken die door deze partij is begaan. Hè? Weet je, dan vraag je je af, tak jongen. Alle de man die Simons, Boufa, Misikaba, Doekie, Fisnu, dat Palu, ik kom niet op zijn naam, Ramnanderlal, al deze mensen die corruptieve handelingen hebben gepleegd, Nyans om mijn money, wat is er met jullie gebeurd? Ik kies haar occasie, en dan zie je van, ja, maar ja, moet je luisteren, we hebben Bouterse gewoon nodig gehad om binnen te komen, de massa, even van Surinaamse massa te bedonderen, Oesdom, en jongen, Jereno, Watiari, Konyang. Want dat gezicht van Simon spreekt boekdelen de wereld, was ook op zijn hoede toen ze keken naar haar. Toen Bouterse dat ding zei van, oh, hij gaat een kruistocht tegen corruptie beginnen. En Bouterse is niet domme mensen. Hij weet precies, ja, wie is de vijand van de NDP? Ibaba Konwandisi van de San, de VAP is de vijand. Ja, voor NDP, Isabi, om zand in het ogen van Bouterse te strooien. Maar, Yusabi Sumana vijand voor NDP, weet je? Voor ons moet ik armoede, nonsens larikoek. Weet je, Bouterse heeft zich nooit druk gemaakt over armoede, weet je? Maar Bouterse heeft zich wel druk gemaakt over de grootste vijand van de NDP. Wie is dat? We gaan luisteren. De Democratische Partij, NDP, laat niets aan het toeval over. De partij maakt zich nu al op om als overwinnaar uit de bus te komen van de verkiezingen in 2015. Onder de slogan 100% paars gaat de NDP voor maximale zetelwinst. Bouterse riep de partijleden echter op scherp te blijven. Ik geloof dat we hard moeten werken. Het is binnen handbereik, maar laten we niet te optimistisch zijn en denken van we zijn er al. Want dat zou verslapping betekenen. Er is maar één vijand die de NDP heeft. De NDP heeft maar één vijand. En dat is de NDP'er zelf. Ik zie in structuren, ik zie in de districten soms zoveel animositeit onderling met elkaar. Dat we vergeten dat we een gezamenlijke job hebben te doen. Heb je zelf gehoord wie de grootste vijand is van de NDP? Ja, is geen armoede. Nee, is de NDP'er zelf. Is de NDP'er zelf. Mensen als Simons, mensen als Abrahams, weet je, en al die andere mannen, Penu en noem maar op, Miranda, Bautista, Bautaris, alles soort nonsens. Maar in de tussentijd deed Fufuru, en Por Anning, Fu NDP. Vandaag de dag, want Loman draait bakagi de man is hier. Waarom? Ja? De vijand van de NDP is niemand anders dan de NDP zelf, mensen. Want dat zou verslapping betekenen. Er is maar één vijand die de NDP heeft. De NDP heeft maar één vijand. En dat is de NDP'er zelf. Ik zie in structuren, ik zie in de districten soms zoveel animositeit onderling met elkaar. Dat we vergeten dat we een gezamenlijke job hebben te doen.
En dat stukje moet opgelost worden. En dat stukje moet in harmonie worden opgelost. Ik kan u zeggen, als wij als NDP'ers die prediken samen gaan, die prediken de handen in elkaar slaan, als wij het achter ons laten zoals in Wanigan ook gebeurt, waar NDP'ers elkaar in de haren vliegen, terwijl ze met 3 zetels de potentie hebben om te gaan naar in elk geval consolideren, dat is de boodschap, en mogelijk met heel hard werken naar een 4e. Door de bezig van Makandra. Dus de enige vijand die de NDP heeft, zijn de NDP'ers onderling zelf. I rest my case, mensen. Weet je, dus ja, wij moeten niemand de schuld geven. Deze mensen moeten bij zichzelf te raden gaan. De Malik Oosburg, Van de San, van de Karamanisi, Abrahams, ja, Simons. Neem even die voorzitterschap. Deze mevrouw Bouterse moet vreselijk oppassen. Jij hebt niet door dat deze mensen om jou heen levensgevaarlijk zijn. Zolang Bouterse nog in leven is, zal hij de onbetwiste leider zijn. Iarkimi, zolang Bouterse in leven is. En dit is iets levensgevaarlijk, want ik heb aan het begin gezegd, Santokki moet niet actief gaan zoeken naar Bouterse. De opsporing door het Openbaar Ministerie. Ik zou even afstand nemen tot die machtsstrijd is verlopen bij de NDP. Weet je, want Bouterse moet duidelijkheid komen geven. En van het doing, ik ga je één ding zeggen. Deze mensen, dezezelfde mensen als Simons, Abrahams, Graan Oogs, alle de tretterkornuiten voor NDP, Sang Efetiga Machti. Bouterse is in een levensgevaarlijke situatie. Goed opletten op mijn woorden. De WANA-voorzitterschap en je bent een struikelblok. Sado Dwangai. Wankuguru. De man die zie. Gwinti voor dreams, mijn broeder. Als jij bent uitgeschakeld, ja, dan, unaf hoor ik de morgen, dan gaat het maar, dat strijd maar onder ons. Dan, de aanhang van jou, die gaat ons dan eentje moeten kiezen van ons. En jij hebt niet meer de kans om eentje toe te wijzen. Ik zou tegen Bouterse willen aanraden. Ja, ondanks dat een vrouw, ja, adondom ook, hoe dat geen openlijk is aan mensen, Gratari, draag liever de voorzitterschap over aan haar. Dan weet je dat dat gevecht niet hoeft plaats te vinden. Je hebt haar tot voorzitter gemaakt van de NDP. Dan vertrouw dit trouwens, want you, if you not, if you tell na yesi, as an sande man is do, nanga you, weet je, you gide ook as if trong alle soort sani, luku omeni van de man is fufuru. Weet je, 10 jaar NDP gaat de geschiedenis in. Ik ben vandaag begonnen door jou te vertellen, tak jongen, luka, as an toki disi, ik kan tak zei tak wani, hij is gekomen tak ou sitting, wel toesana sitting ba, u kisi u excuses, lang verwachte excuses van koloniaal verleden van Suriname ten opzichte van de Koninkrijk Nederlanden. En hij is sedert zijn ministerschap bezig, ja, als minister van Justitie bezig, om jou van het toneel gedaan te krijgen. Jij moest weg. Jou kan, alles maar kan mandi, alles maar kan brak nou tapo. Je moet weg. Je houdt Suriname tegen om ontwikkeling te brengen. Anegodoro. En jij bent misbruikt door je eigen mensen. Isabi, je wist het, want het ging duidelijk. De grootste vijand van de NDP is de NDP'er zelf. Jij loopt gevaar. Minus opzijde de man die zich Oostburg naar de Sanisi. No vertrouwding. A la Pirtuvie en Olafu. Jij bent een struikelblok nu, niet voor de Surinaamse gemeenschap, maar voor de NDP'ers, de Mandati, Wangodoro, legende voor de NDP. Alleen ja, jij moet dan weg. Va, ik kan wat tankie brengen, ik hoef de raad naar Bordeaux,
Usabi tak dadelijk yo kombaka. Ik had dat al mannen voorspeller, mannen lukumang. Maar hoe best lang het denkbaar. Hoe is het een vuur, heren mensen? Don't follow us, don't like us, don't share the stream. Dan de sandati, isabi, enough doing. Maar voor jouw speech had ik hier vanuit de studio al gezegd. Jij gaat, jongens, don't play kartanga, hoeft eruit. You know, go to Santa Boma, want you sabi, je hebt veel vijanden in Santa Boma. Ga je het niet overleven, dan overziekte, nee. Je hebt veel vijanden in de gevangenis. Isabi, man, boeru toch. Boeru, Sambeka TV. Dat ook zoetie kiri in de standaard. Je hebt veel van deze mannen in Suriname rondlopen. Die jij destijds gebruikt hebt voor de wandotworoko. En ja, telemaal de wandotworoko, dat is Piet de Poro. Dus, one of die de mensen, Isabi, wij onderhouden onze archieven. Weet je, Bouters is niet alom geliefd. En als dat niet zij zie, Samsananga, verklaring, hoe heet het, de NDP'ers, weet je. Je moet dat niet onderschatten, mensen. Weet je, dat deze mensen door en door slecht zijn. Ze geven jou het gevoel alsof de man en Wroko meenemen jou samen. Look nou, meneer Asadang, snip Linga. Linga was Bouta. Verkiezingen hoor, Linga Abraguasani, VHP, ja. Valling, Afonsoa, Cotino, Mabo, Nadin. Zij doen eerder de mannati. Ja, zij doen eerder denk. Laatste gesprek bij Osir, nou af de NDP of contact kon support. Nou aan, allemaal, tijden, ze houden hun positie droog, omdat de Sabi, weet je, dat zij de grootste vijand van de NDP is, de NDP zelf. De man pleegde een mooi vies spel naar Bouterse, als ik Bouterse was. En, you know, wanneer dat de NDP'ers reviseer je, zodat zij de voorzitterschap kunnen opeisen. En tegen Santoki zeg ik, Isabito, in Suriname altijd, we pleegden niet voor Abaisa, ja. We keer Abaisa dat we berengi de man voor VHP, dan valt dat regering. Wij moeten daar absoluut voor waken. Ja, Bouterse Loewe, hij neemt een geweldig risico, mensen. En ik blijf het zeggen, ik ga het altijd herhalen. You see the NDP-lovers? No vertrouwding. No vertrouwding. Er is een machtsstrijd bezig. En ja, kijk, als ik Bouterse was, zou ik het overdragen aan die vrouw. Die vrouw van hem, ja. Heeft wel een probleem met Bouterse. Ten aanzien daarvan, ja, toen had hij ook een vrouw die is bijgevonden, dit vrouw waarmee Bouterse een relatie had. Dus ja, ik denk dat Bouterse deze vrouw ook niet vertrouwt. Zijn leven is niet veilig in haar handen. Want ja, hij smaakt een 180 graden. Maar dat is wat hij ervan heeft gemaakt. Ik zeg je, deze strijd mag niet Suriname gaan ophouden. Met de Mangovitense Revie. De Kisa Okasi. En ze hebben Bouterse nooit ondersteund. De NDP'er zelf. Abraham Seide Fufuru. Ja, Bouva Seide Fufuru. Graan ook Seide Fufuru. Pede Oso de Afabriek. Ano Toffi Aumekina. Oso. Pede Zandade. Izi Lembo. No man is spreken Lembo aan. Seide met Lembo Fufuru met money. Nazani na SRS. Weet je. You tak nanga unu, dat was sorry, nanga archive nanga ala de sandati, isabi. We klagen tak archive, tapo, stam vast heeft genoeg archive, snap je. Ala de man die zie, die NDP lovers, snap je. Bouterse was op de hoogte, tak jongen. Mijn presidentschap wordt besoedeld door hun. Het wordt besoedeld. Ala man sami poti, de mijn nep unu, de mijn nep mi, de mijn lafangai. Isabi, daarom trok Bouterse op met mensen als Chotelal, Kerpalani, Sarju, ja, Krish van Kombi, Mark, Mangli, Duki. De man dat die, mij zie alle niet trouwen. Vooral de Ingi, oh, het was een ramp voor hem, mensen. Iemand als, van de Karim, van de Exilos,
Oh, Gado. Simons? Ja, mensen. De grootste vijand van de NDP is de NDP zelf. En Wouters moet oppassen dat de vijand, de NDP, hem niet een kopje kleiner gaat maken. Omdat ja, hij is een struikelblok mensen geworden voor hun de Mawang troon. Er is over een jaar verkiezing hoor. Dus ja, in omkangen lange beren. Ja. Er is maar één vijand die de NDP heeft. De NDP heeft maar één vijand. En dat is de NDP'er zelf. Ik zie in structuren, ik zie in de districten soms zoveel animositeit onderling met elkaar. Dat we vergeten dat we een gezamenlijke job hebben te doen. En dat stukje moet opgelost worden. En dat stukje moet in harmonie worden opgelost. Ik kan u zeggen, als wij als NDP'ers, die prediken samengaan, die prediken de handen in elkaar slaan, als wij het achter ons laten, zoals in Wanigan ook gebeurt, waar NDP'ers elkaar in de haren vliegen, terwijl ze met drie zetels de potentie hebben om te gaan naar in elk geval consolideren, dat is de boodschap, en mogelijk met heel, heel, heel hard werken naar een vierde. Door de bezig aan Makandra. Dus de enige vijand die de NDP heeft, zijn de NDP'ers onderling zelf. Met dat gezegd te hebben, mensen, zeg ik je eerlijk van ja, dit is mijn informatie van vandaag, wat ik met jullie wilde delen. Je moet maar je eigen conclusies trekken. Kijk, wanneer ik dit soort dingen weet en in mijn achterhoofd heb en ik zie, ik word geconfronteerd met die stommiteit van mensen als Oostburg en Van de San. En mensen, ik blijf je zeggen, door mijn grap, weet je, ik bedoel niet die Van de San, die heel gerespecteerde Surinaamse meneer, die echt, het is een lust naar hem te luisteren met betrekking tot rechtswetenschappen. Isabi, daar zie je iemand die zijn vak kundig is, hè. Isabi, hij weet waar hij het over heeft en dan ben je op één golflengte en dan spreek dat boek delen. Maar al die andere pseudo-wetenschappers, inclusief ik hoor, Isabi, pseudo-wetenschappers, morbidrik tantirion, Isabi, gonyawansani, degwa oso, weet je. We zijn beland op een hele gevaarlijke kruispunt nu. Santoki, trek je terug. Laat de NDP zijn zoren zelf opruimen. Want deze machtsstrijd gaat bloedig eindigen. We hebben gezien dat er veel zaken in Suriname niet een goed beloop hebben gehad met betrekking tot de NDP. Aboy, toefde een boy van man die ziek. Moeilijk, want dede, want daar Amerika en ja, want biggie vakantie. En want, ja, Mary by Lonoy, play, do one love, where it is. Oké, okay. Geen toegevoegde waarde. Dus daar kan je niet op bouwen. Dat ging ook geen voorzitterschap. Ik wens, als aan dat type samen. Borobitro immigreer. Maar, er blijft maar één persoon over, dat is die mevrouw, de echtgenote. Zij zal, als zij bij haar zinnen is, en al deze mensen, vanaf Abrahams, ja, Simons, al deze mensen, vreedzaam, Van Dijk, Silos, Jagi de man is gue. Ja, dan zijn eigen partij gaan openen. Begin opnieuw met schone mensen. Actie, mensen die je willen begeleiden zonder winstbejag. Die jou willen uitleggen zaken wat jij niet ziet. Dan zou jij de puinhopen van je eigen man kunnen opruimen en laten zien dat de NDP inderdaad misbruik is door mensen als Simons, Bouffa, al deze gasten die daar 10 jaren voor zogenaamd hun kracht hebben gegeven. Het is heel moeilijk, maar ik zeg je, kijk, als Bouters een struikelblok vormt voor de NDP, het is de NDP, de vijand van de NDP, die de NDP gaat aanvallen. Niemand anders. Deze mensen, wij moeten daar
oplettend zijn. Isabi, de loffers, de Oostburg, de andere mensen, ik ook gewoon lussen, zogenaamd. Als de iemand denkt aan door, die ziet, dat je jongen, hé, op Paris denken varen. Want ja, look at them, if a man is confident, ja, wij gaan vrolijk verder, hoor. Dat we go. We krijgen de domme aanhang met ons mee, weet je, dan gaat het aan dat hij, maar ja. En if a man is preferen die voorzitterschap over. En ik zeg je, de enige persoon, ja, zak kan geen vrouw, want, ja, if ik geen Simons, if ik geen Abrahams, dan is deze vrouw ten dode opgeschreven, hoor, mensen, de mouse pit en poeroe, weet je. Ik heb je gezegd van, moet je luisteren, de geschiedenis heeft bewezen dat deze Santoki, aan kon, aan het einde, dat moest zitten. Als het toezien, heren mensen, ik kan dat zeggen, want niet, Isabi, als het aan kolonialisatie, excuses, en een stoppenperiode dat Suriname niet meer door kan gaan op deze voet. En dat moet ik hem nageven, Isabi. Je weet dus aan dat hij ook aan het gaat zitten. Dat economisch beeld is prima, die vooruitzichten zijn goed, maar je ziet het niet terug in de gemeenschap, want je mag het ook niet zien. Het zou niet reëel zijn, denk ik, ja. Alles in de man, jongen, dan ben je een kerstbrood, man, dan kan je gewoon gewoon toe kreten in die, en je mooi finicatie, Isabi, en een boebakasie, ja, maar ik geniet, is onzin. Ja, we go bitter van Udo. Dat is de normale gang van zaken. Als je verwacht beterschap nou, Venetiana 10 jaar nodig. Weet je, de eerste komende 5 jaar gaat het jou niet lukken. Geen ene regering na een regeerperiode van de NDP. Dat is kolder, dus in afgang aan Sandati. Dus mensen die allerlei analyses komen doen, dat ja, maar Pina, ja, natuurlijk je Pina. Is toch logisch, weet je. Na vandaag, Amantak Wofsiting, ik hoop dat hij het verandert, ja. Nog kunnen we stelling morgen, Wofsiting, kunnen we wat regel, ja. En wees een beetje Europees georiënteerd. Wofsiting, ga ervoor, zeg ik. Go sit ernaar, dan gaat het aan dat hij. De mensen die vertrouwen in je hebben, want het is ook geen koekenij, want alle de mannen in en rondom je. En vervoer ook toe, leer van de NDP. De grootste vijand van de NDP was de NDP zelf. Wat denk je dat bij de VHP is? De grootste vijand van de VHP is ook de VHP zelf. Dus ja, ga je geen illusies maken. Ja, een beetje maar voor, je zitting. Zorg kondre. En dan bakating voor je regeerperiode. Je kan tak wansani. Une sitting, maar je takasan die zie. Weer schaffen das. We zitten, weer schaffen das. Ja. Mijn naam is Sing, het is nog steeds zondag 21 januari 2024. Mensen, kort voor 8 Nederlandse tijd. Ik ga naar huis, want ja, mijn opmiko met die storm. Dit was mijn verhaal wat ik je vandaag wilde, wat ik met jullie wilde meedelen. Doe je plezier mee en ja, kijk wat je ermee aan kan, Isabi. Dit zijn mijn inzichten die ik heb willen delen. Volg de berichten van Standvaste, want ja, sommige programma's in verband met verbouwing, vernieuwing, renovatie, mensen, Standvaste gaat een mooie periode tegemoet. Ja, en ja, daarvoor moet je een beetje inleveren, maar we hopen zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar het is niet aan mij, het is aan de directeur. De directie gaat jullie uitleggen hoe of wat. Isabi, daarom hou ik mijn grote waffel. Het is nog steeds zondag. Mijn naam is Sien en ik hou het voor gezien. En ik hoop jullie zo snel mogelijk weer terug te zien. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.